Dus ik dacht, ik ga wat anders doen. Ik ga met blokken gooien. Dus ik heb even gebeld met Henk van Leuden, want ik had die blokken gezien daar in ons basiscentrum. En gevraagd, kan je met die blokken gooien? Nou, moest je toch maar niet doen, want zo'n blok, ja, het is wel aardig in de hand, maar het is toch van karton. En zo'n blok maken, dat kost wel €40. Dus helaas, ik gooi me toch maar niet aan jullie. Maar de blokken dienen dus als versiering. Nou, wat ik met jullie wil gaan doen, is toch het programma volgen zoals het ook met jullie gedeeld was. Alleen dan met mij in de plaats van Rontolino. En ik zei al daarnet dat het een creatieve avond zou kunnen worden. Daarom zitten we ook in een hele mooie creatieve setting. Want we gaan aan de hand van Technovision gaan we kijken van nou, wat voor een eisen stel je nou aan de architect van de toekomst als we kijken naar in de toekomst. We kijken natuurlijk ook wel van wat hebben we nu, maar wat zijn dan de trends die we zien. En die trends die stellen natuurlijk ook eisen aan hoe wij acteren. Wat we allemaal moeten kennen, wat we moeten kunnen, welke ervaringen we moeten meenemen. En dat wil ik met jullie doornemen aan de hand van niet 8, maar een stuk of 6 design principles van Technovision. Maar de vraag nu aan jullie natuurlijk, kennen jullie de design principles van Technovision? Nee. Ik moet zeggen dat ik ze ook niet daarboven ken. Ik geef aan Martin, kan jij de sheets bedienen? Ja. De volgende. Ja, is goed. Kijk, wat je hier ziet is een aantal componenten. De Technovision is eigenlijk een grote blokdoos. Het zijn allemaal bouwblokken. Je kan daar op basis van die blokken kan je ook kijken naar wat is, welke blokken zijn voor mij. Als organisatie relevant. Er worden ook heel veel sessies gedaan met de organisaties hier beneden in onze ESI. Maar er zijn ook een aantal principles die te grond leggen, aan de slag liggen aan hoe je je organisatie gaat vormgeven. Zowel qua organisatieproces als qua informatievoorziening. En die design principles die zeggen ook heel veel over wat wij als architecten zouden moeten kennen en kunnen. Dit is het programma. Er anders werd het niks. Volgens mij is het niet. Technovision, heb ik al wat over gezegd. Maar Technovision gaat uit dat organisaties eigenlijk helemaal niet meer de stabiele, beetje ouderwetse organisaties zijn zoals wij die nu kennen. Je gaat je richten op een product-marktcombinatie en dat is het dan. Nee, je ziet ook nu steeds meer organisaties die dat nog wel, dat gedachte nog wel hebben. Zowel binnen corporatiemaatschappijen als ook binnen de overheid. Organisaties die leven als het ware nog in het jaar 2000. Maar als je kijkt naar van hoe wij als mensen omgaan met IT, dan weten we allemaal van, we gebruiken allemaal onze smartphone. Heel veel van ons zitten op Facebook. Gisteren was er een enorme ramp in Utrecht. En iedereen wist meteen wat er aan de hand was. Aan een minuut was de berichtgeving actueel. Iedereen kon precies volgen wat er aan de hand was. Iedereen praatte met elkaar erover. Organisaties moeten zich ook dit soort dingen ook voorbereid zijn. Klanten weten gewoon soms veel beter dan jij als organisatie wat er aan de hand is. En ze weten ook, net als de producten die ze willen kopen, bijvoorbeeld op Amazon of op Coolblue of op Bol, verwachten ze ook van organisaties dat zij net zo snel en kunnen reageren met dezelfde kwaliteit op jouw klantwensen. Nou, dat is wat hier ook bedoeld wordt. Organisaties moeten zich daarop aanpassen. Want de organisatie van 2000 jaar, eigenlijk zou die niet meer moeten bestaan. En wat wij nu meemaken met al onze devices, dat, is, dat wordt alleen maar sneller, alleen maar meer bewegelijk. En dat is de uitdaging waar heel veel organisaties voor staan. En de 7 design, de 8 design principles, die sturen de ontwikkeling daarin.
mooi en de sluit met de. Nee? Ja. Ja. Nee. Nou, dat kan ook nog wel bij. En welke zal ik. Okay, design voor de digital. Martin. Ja, hey, sorry. Was het leuk? Ja, nu is dat in ieder geval. Sorry. Het begint allemaal eigenlijk bij onze welbekende cloud. We doen steeds meer op de cloud en je merkt ook dat bedrijven steeds meer hun IT-voorzieningen op de cloud plaatsen. Sommige bedrijven zijn er heel erg snel en ook al heel erg ver mee, bijvoorbeeld ING. Die klant bij ING weet gewoon, het verandert dag bij dag, verandert de omgeving en verandert de service. Je kan er steeds meer doen. Soms is het zo dat je denkt van, goh, eerst was het heel erg makkelijk en overzichtelijk en waar staat dat nu, dat ding wat ik wil gebruiken. Maar meestal is het alleen maar veel prettiger. Bij ING is een heel leuk voorbeeld van hoe het kan. Maar ook binnen de overheid zijn mensen heel erg bezig met cloud. Bij ING is men bijvoorbeeld nu echt ook bezig met een cloud-strategie. En kijkt men voor het eerst niet alleen op de interne klant, cloud, de private cloud, maar is men, staat men steeds meer open voor ook de private cloud, of de publieke cloud, dus de cloud van de grote cloud providers. Nou, en ja, jullie weten eigenlijk allemaal waarom mensen dat doen. Dat is gewoon om de IT snel beschikbaar te krijgen, snel en veilig en direct kunnen reageren op de klantvragen. Nou is het wel zo van, heeft een overheid nou ook behoefte aan een snelle reactie op klantvragen, op de vragen van onze burgers. Maar je zou het best wel afvragen als dit soort calamiteiten gebeuren, zoals de man die een aantal mensen doodschoten in Utrecht. Dan is er wel in ieder geval een zekere behoefte als het gaat om de interactie met de overheid. Nou, dat betekent dat je cloud ook een hele rijke cloud gaat worden. Niet alleen zeg maar de normale cloud services, je stopt de applicatie erop en dan maak je dan gebruik mee, maar ook, ook ontwikkel tools om je eigen cloud voorzieningen te gaan ontwikkelen. Hè? Containers, microservices, maar niet alleen zeg maar eigenlijk de tooling waarmee je de applicaties kan ontwikkelen. Het is ook een mentaliteit. Want je kan wel willen, zeg maar, als organisatie dat je eigen applicaties ontwikkelt en dat jij daar de eigenaar van bent. Maar misschien in de toekomst stappen we daar gewoon van af en staan we gewoon toe dat, dat onze klanten zelf de applicaties gaan ontwikkelen, omdat ze die gewoon nodig hebben. En jij als organisatie hebt bepaalde assets die een klant wil gebruiken. Maar de manier waarop dat bij de klant komt en de samenstelling van dat product, ja, daar kan in de toekomst de klant zelf een inspraak in hebben. Dus heel gedetailleerd het samenstellen van je product, door zelf aan de slag te gaan met IT. IT is dan ook heel erg heel erg opgedeeld in kleine componenten waarmee je heel snel, bij wijze van de Lego-blokjes, mini-leger zou ik het eigenlijk noemen, heel snel je product kan samenstellen. Nou, ik wil het per principe wil ik aan jullie vragen, bijvoorbeeld nu lezen. Wat betekent dat dan voor je ontwikkelingsarchitect? Wat is het wat je nu eigenlijk nog niet goed kan of niet goed in je bagage hebt? En wat zou de architect over 4 jaar echt goed moeten kunnen? We hebben Dennis, die is onze scribent. Ja. Dennis die gaat wat jullie zeggen opschrijven en de bedoeling is dat we van deze sessie een leuk verslag maken met de dingen waarvan wij als groep denken van nou, daar moeten we straks in onze opleiding op gaan richten, want dat zijn de dingen die je nodig hebt als architect en die gaan we delen met de Academy en de community needs die je kan geven. Dus, ik zou zeggen, wat denken jullie?
Martin, ik zie jou al heel erg nadenken. Nou, een voorbeeld wat hier bij het binnenschiet, zoals je het toelicht, is bij Shell bijvoorbeeld. Dat ze, daar maken ze onderscheid tussen een 85% en, van hun automatisering en 15%. 85% gewoon allemaal standaard en dat moeten we ook allemaal met wat ze noemen market standard solutions. Dus daar mag eigenlijk geen aanpassing meer aan plaatsvinden. En die 15% is over differentiating. Nou is dat natuurlijk vrij klassiek. Maar wat ze dan vervolgens zeggen is, eigenlijk wat we dan zouden willen in die 15% nog eens een keer, is dat we dingen die algemeen beschikbaar zijn in de cloud, op een zodanige manier verweven met onze eigen dingen, dat het toch een Shell smaakje krijgt. Stel je bijvoorbeeld voor dat Facebook een mooi ding in de aanbieding heeft, en we mixen dat met iets van onszelf, en dan denkt de klant, dit is Shell. Ja. Nou, dat vond ik wel grappig, ik dacht, om op jouw vraag in te gaan, ik denk, ja. Ik heb dat vroeger met SharePoint deden. SharePoint? Ja. Dat is een goede ervaring met SharePoint. Dat zijn feitelijk SharePoint-portalen. Er zijn steeds meer dingen die op het web ziet, zijn feitelijk SharePoint-portalen. Oké. Maar wat voor kwaliteit, hè? Want het is best wel ingewikkeld om die dingen zo samen te stellen. Dat het een Shell-voorziening wordt. Hoe ga je daarna om als architect? Ja. Stel dat we. Dus jouw eisen aan de kennis te kunnen als architect? Kijk, ik denk dat er twee kanten van bij te binnen hier. De vraag aan de aanbodkant. De aanbodkant is gewoon beter. Dit soort services zijn er gewoon in de rest van de wereld. Moeten we gewoon niet maken. En daar zitten de stekkertjes waar je eigen aan kan maken. Dat is de aanbodkijker van. Daar weet ik bijvoorbeeld heel weinig van. Dus als jij SharePoint zegt, oh ja, geen idee. Ik heb vooral andere ervaringen met SharePoint. Maar aan de andere kant, de vraagkant ook, van, kun jij articuleren in termen van services die voor Shell in dit voorbeeld belangrijk zijn, wat zij echt willen bieden aan hun klanten, maar ook intern of aan andere stakeholders die zij bedienen, waarin zij een verschil willen maken. En daar zit toevallig dan wel meer in, maar ik kan me voorstellen, zoals ik zeg, in onze community willen beide kwaliteiten, om vanuit het aanbod redeneren, wat betekent dat voor business en kunnen redeneren vanuit business dat bij elkaar brengen. Dus dat was wel een vraag, van, kun je dan wachten dat dan in de hoofden van één persoon bij elkaar komt? Of moet je zeggen dat moet de kwaliteit van onze community zijn, dat we dat snel bij elkaar brengen ook al? Of denk je maar op één been, zoals ik nu voor dit stuk had. Ik denk dat met name dat belangrijk is, hè? Want het ontwikkelt zo ontzettend snel in die cloud, dat gaat niemand alleen meer bijhouden. Dus je zal met z'n allen moeten kijken hoe we al die stukjes afdekken. En ik denk dat het ook steeds veel sneller wordt natuurlijk. Dus eigenlijk ook je eigen kennis in een heel ander tempo blijft ontwikkelen. En misschien minder breed en specifieker. Hoe zou je dat ik denk dat wij het nog allemaal inzitten van hoe zat hij hier publiek aan. Dus het kan wel. Dat is een mindset van ga je nou denken van regelblokjes van het net op de gaat komen. Ga je daar creatief mee om? Ga je toch nog voorzichtig mee om te doen wat er nog is in de toekomst. Dat het al gebeurd is, dan moet je toch denken. En die periodes, de tijd ertussen is veel langer. Dat moet je gaan als architect, moet je dat gaan managen. Je hebt een idee van hoe dat zou kunnen. Want jij zegt van ja, we kunnen nooit alles tegelijkertijd weten, want de wereld verandert heel snel. Ik merk het zelf ook. Er zijn heel veel dingen waar ik meer vanaf zou willen weten, maar dat kan gewoon niet. Want het ontwikkelt zich ook heel erg snel. Hoe zouden we dat op kunnen lossen als organisatie? Voor specialiseren, dat is een manier om dat te doen. Anderzijds zul je misschien een soort broker moeten worden, die dus vraag en aanbod bij elkaar gaat brengen, dat je dus de organisatie kent. Wat zijn daar de behoeften? En ergens weet van waar kun je dus het aanbod vinden, zeg maar. Maar ook intern, hè. Intern zullen we dat ook heel erg moeten om dat bij elkaar te brengen, al die kennis. En dat als community, maar
een community is dan bijna wat ik de eerste slide had, van is digital en non-digital. Als mensen hier bij elkaar zijn, we even non-digital. Ja. Maar het is ook een community waar je dus aan moet putten. Ja. Maar als architect nog denkt dat je gaat voorbereiden op cloud, dat het aankomt, dat is toch, dan heb je toch wel wat. Ja. Als ik die termen zie van microservices en containers en dergelijke, dan zijn er heel veel producten die samen een building block kunnen vormen. De best practice, je gaat niet steeds weer nieuwe dingen uitvinden. Er zijn bepaalde componenten die goed met elkaar samenwerken. Microservices gebruik je, heb je bepaalde termen, building blocks eromheen die je nodig hebt. Nou, als je daar aan vasthoudt, dan zeg je oké, ik ga microservices gebruiken en dan gebruik ik dat en dat en dat als solution. Dat is echt oplossing. Ja. Ja, doe je daarmee zeg maar, ik heb een platform met alles erop, met alle voorzieningen die ik nodig heb om dingen te bouwen. Dus... Ja, daar ga je op zoek naar, dat ook een platform is, dat wij als Capgemini, als een microservice hebben, dan gebruiken we die en die technische oplossingen voor. En dat je wat standaardisatie krijgt. Ja. Okay. Met standaardisatie bedoel je? Ja. Sorry, ik versta het niet zo goed. Sorry. Op dit moment ben ik AWS aan het doen, of solution manager. En dan nog bezoek. Weg je lijstmarkten, dan kom je bij Cloud Guru. Kom je aan. Nieuwe wekelijks hebben ze sessies wat AWS allemaal verliest. Om het niet te volgen. Ja. Gewoon niet te volgen. Dus je kan je weten hoe je microservices en containers. Twee weken is het, dan hebben we heel anders, net als het is erbij en hebben diensten erbij. Maar het zijn steeds microservices en containers, er zijn meer containers en meer microservices waar je aan moet kiezen. Dus het verandert ook wel het nodige. Niet alleen dat er meer bij komt, soms zijn dingen opeens van, oh, dit werkt anders. Hoe gaan wij daarmee om? Dat als ik dus hoor standaardisatie, dat ergens denk ik, ja, dat klinkt goed natuurlijk. Maar tegelijkertijd in een continu, ik zou zeggen, exponentieel veranderende wereld, merk dat ik minder hoopvol ben geworden dat standaardisatie me daarin gaat helpen. Dat is misschien niet zo hoopvol geluid, maar dan niet minder reëel. Maar ik bedoel, want ik denk, kijk, als het ons zou lukken, dan denk ik dat we echt ook een meerwaarde als Capgemini zouden kunnen. Ja. Want dan is het duidelijk, we horen allemaal van, er zijn allemaal dingen, niemand kan alles tegelijk bijhouden. Dus juist als we de kracht van de community zouden kunnen vinden, dan onderscheiden we ons absoluut van de 1 of 2 Twitterbureaus enzovoort. Ja. Maar ik merk dat ik nog niet zo meteen voor me zie. Dus stel dat we hier met 30, 40 specialisten in de zaal zitten, en die zijn gek in cloud en microservices, maar dan alleen in de smaak met niks of in de smaak met niks, noem maar op. Hoe krijg ik dan... Wie kent hier ons Devon framework? Devon? Devon, ik ken het wel. In de naam. Ja. En van wat biedt dat? Die standaardisatie. Want Java, dat komt net een beetje. Ja, Java, daar kunnen we mee bouwen en dan kunnen we over de hele wereld voor doen. Maar is dat een development platform dan? Ja. Van een framework, van Capgemini, ja. Oké. Okay. Nou, dat is van de Duitsers. Kijk maar, Devon FW. Ja, als je iemand in Nederland hebt, maar iets Driessen. Dus we zouden eigenlijk een soort catalogus moeten hebben gedaan met onze collega's en het specialisme van die collega's. Dus begrijp ik dat juist de specialisatie hier een mogelijkheid is om hier uit te komen, om te gaan met de snelle veranderen, IT. Ik heb een antwoord. Hoe kom je nou vanuit traditionele IT, dan heb ik het altijd over de business, over de IT, hoe kom ik naar een cloud, dat je beter vanuit die optiek per bedrijfstype of segment of wat dan ook, zegt, oké, wij als Capgemini kunnen een productiebedrijf helpen. Om naar de klaar te komen. En daarmee heb je dat in je voorwerp. Als voorbeeld, dus die building blocks, daar ga je dat segment gebruiken. Op die manier kanaliseer je dus alle mogelijkheden die er zijn naar je klanten toe. Dus eigenlijk de IT-componenten toch een beetje in het framework per sector. Ja. Om de keuze
terrein heeft toch enigszins te beperken. En daardoor de bomen door een andere bos in is. Jij hebt nog een idee? Ik dacht als we eerst de begrippen eigen maken, hè, wat microservice is, en dan ga je gewoon binnenkant geven, blijkt het een jong professional, die komt van de universiteit. En die heeft dat allemaal al in zijn bagage. Als je daar dan mee gaat sparren, dan denk ik, ja, dan hoef je als architect niet in de realiteit te treden, hè, want het gaat om een microservice te maken en hoe je dat doet. Ja, dat is aan die jong professional of die universiteit. Wel, dat wel, als je de vijf man vraagt om de dingen van een microservice te geven, krijg je 15 minuten. Ja, ja. Nou, okay. Dat was de goede. Maar dan ben je nog niet met 83 verschillende versies van Microsoft bezig, microservices bezig, maar dan ben je met abstractie bezig van wat is nou zo'n ding? Ja. Wanneer houdt dat dan in? Ja, net zoals we vroeger hadden, we hebben een monolith. Ja, oplossingen en we hebben nu kleine oplossingen. Ja, dus dan combineer je zeg maar de ervaren personen, de ervaren stukken met de young professional. Dat is misschien iets wat we toch al moeten doen, hè, het meeste gezelschap. Dus dat heeft een hele mooie oplossing. En dat heeft zo'n twee kanten. Ik heb zelf ervaring met young professionals. Ik leer van hun en zij leren van mij. Ja. Nou, ik laat het hierbij. Volgens mij kunnen we hier wel een hele avond mee vullen. Maar dat we dat maar niet doen. Ik wil graag over naar de volgende slide. Mag ik nog eentje over die cloud? Ik heb Argo, dus die merkte toevallig van de week op. Van dat er wel een behoefte is in de markt. Dat mensen ook weten hoeveel data gaat er nou van links naar rechts over die cloud. Omdat je ja. Pay per use hebt. Dus er zijn bedrijven die denken, nou doe maar even. Daarna schiet je zich wat van erin. Ja, Argo had zoiets van, als we daar nou wat meer van bewust worden, kunnen we daar misschien. Ja, dus dat, ja. Dus dat we zeg maar ons meer. Dat je ook weet wat de impact is van een applicatie als je die in de cloud zet. Ja. En dan niet alleen op het gebied van financiën, maar ook op het gebied van data. Run. Ja. Ja, de cloud is zo. De verrekening is zo dat iets in de cloud stoppen kost niks. Behalve dan de disk, zeg maar. Maar het eruit halen, daar betaal je voor. Ja. Nog één laatste. Nog één dan. We hebben vorig jaar een cloud curriculum gemaakt voor allerlei soorten rollen en disciplines. Daar kun je vrij makkelijk je weg vinden om te kijken wat er allemaal levens om veel meer van cloud te leren als architect. Ik zal de link daar naartoe delen. Ik ben 4 jaar lid geweest van Cloud Topline Initiative. Ik denk dat de partijen die de toon zetten en waar wij dus echt keihard achteraan moeten horen, dat zijn Microsoft met Azure, AWS en ook, je kunt ook goed leren van Red Hat OpenShift, wat de IBM gekocht is. Als je in een van de drie goed bent, en ik zou zeker één van de twee kiezen tussen AWS en Azure, en als je dat probeert te volgen, dan ben je redelijk bij. Maar dat is de enige manier. Want je kunt niet op een verder agnostische manier bijblijven. Ja. Het enige probleem is dat we niet altijd klanten voor al die technologieën hebben. Dus ja, je hebt mensen die noemen. Bijna 100% van de klanten die naar de cloud gaan naar AWS of Azure. En verder, standaardisering zou het niet voor zijn, omdat Capgemini is gelijk precies tegenovergestelde aan standaardisering. Dus ik zou dat. Nou, niet dat is een beetje van Capgemini natuurlijk, creatief en buiten de piketpaaltje komen. Oké, nou dankjewel voor deze conclusie. We gaan nu naar het tweede principes. Ik denk dat het leuker is om er langzaam doorheen te gaan dan om er heel snel doorheen te snellen. Wat vinden jullie? Ja, ik vind het leuk maar. Oké, we zien het eigenlijk nu al een beetje. Maar tot voor kort waren er eigenlijk twee werelden, de digitale wereld en de wereld van het hier en nu, onze eigen wereld waarin we leven. Maar gisteren, ik zei het net eigenlijk al, die werelden raken steeds meer met elkaar verstrengeld. En er zijn tekenen en er gebeuren ook al heel veel innovaties die al laten zien dat de wereld van morgen of de wereld over 4 jaar
dat zijn nu die twee aparte werelden. Nee, dat is een wereld die compleet in elkaar verstrengeld is. Echt is dat gewoon één wereld. En de digitale wereld is dan de representatie van de fysieke wereld. Nou, dat gaat heel erg ver. Dat gaat niet alleen zeg maar, in termen van producten en diensten. Maar ook zeg maar, hè, dat je weet van, goh, ik heb een bepaalde persoon, een bepaalde persona. Die denken op een bepaalde wijze. Die hebben bepaalde producten nodig. En die zitten in een bepaalde rol. Die doen bepaalde dingen. Hè, die volg ik en die weet ik. En daar stem ik mijn business op. Want dat gebeurt eigenlijk nu ook al behoorlijk. Maar dat gaat steeds verder. En zo probeer in de toekomst zal het zijn dat mensen steeds, tenminste eigenlijk de digital, de apparaten, de intelligence, probeert steeds beter te voorspellen wat het gedrag en wat de wensen zijn van de mensen. En jijzelf verwacht dat eigenlijk ook. Jijzelf bent er ook heel erg mee bezig. Jijzelf verwacht ook van nou, als ik aanklop bij Bol, dan ze weten wie ik ben. Ik hoef mezelf eigenlijk niet meer van na te denken. Want ze weten gewoon wat mijn hobby's zijn, wat mijn favoriete auteurs zijn, welke kleding ik wil en leuk vind. En ze weten eigenlijk gewoon van, als ik gewoon contact maak met de Bol, dan weten ze gewoon van, oké, die broek of dat boek, of noem maar op, dat product, dat is het product wat nu state of the art is en dat is het product wat zij ook leuk zal vinden. En ze weten dan ook dat dat product ook het product is waar je eigenlijk al naar op zoek was, ook al wist je het niet. Nou, dat is zeg maar de wereld, de digitale wereld, die helemaal samenspeelt met de fysieke wereld. Maar dat betekent ook heel erg veel voor hoe wij dan omgaan met de digitalisering. Het is eigenlijk niet meer digitalisering, ik ontwikkel een applicatie. Maar nee, ik digitaliseer ik repeteer daarmee gewoon het leven van het hier en nu. Omdat ik heel veel intelligence heb, ik heb heel veel data en ik heb eigenlijk de systemen waarmee ik precies het gedrag en de wensen en behoeften van personen kan voorspellen. Maar ja, dat betekent natuurlijk best wel wat voor, van ja, ik zei het al, data. Hoe kom ik aan die data en hoe betrouwbaar zijn die data? Dus dat zijn allemaal dingen waar je straks weer rekening mee moet houden. Hoe zorg je ervoor dat ik precies de juiste data verzamel, zodat ik precies de behoeften van die personen op de juiste manier weet in te storten? De lichten gaan aan. Je kan hier op je twee standen qua licht helemaal vol aan of half aan. Ja. Er zit hier een bewaker die is heel erg begaan met het milieu en die doet af en toe eens een aantal van die lichten uit. Oh, ja. Om het milieu te sparen. Af en toe flikkert het even. Maar dat betekent als we naar die kant toe gaan, als we steeds meer verstrengeld raken, de reële wereld en de digitale wereld, dat betekent dat ook wat voor hoe we data verzamelen, hoe we de data gaan beoordelen, hoe we op basis van die data onze producten en diensten aanbieden. Wat voor een effect, wat voor een impact heeft dat op wat wij als architecten moeten kennen en kunnen? AWS, die hebben een dienst, machine learning. Als jij naast mij zou gaan, dan doen ze een voorstel. Dan staan we achter de kerk. Ik ga een hele mechanisme, zeg maar. Maar doe je dan ook iets in interactie met de klant? Want die dienst wordt aangeboden, dat is een hele handige dienst. Maar als architect zou je ook bijvoorbeeld in contact kunnen treden met de business en advies geven over welke aspecten van die dienst zou je willen gebruiken? Of wanneer wil je die dienst wel en wanneer wil je die dienst niet inzetten? Ja. Is dat ook iets wat dan bij onze rol hoort of gaat horen? Gewoon van, we weten de catalogus, daar staan een aantal services in en die zetten we gewoon in. Dat het je standaard is, maar je wil nu kijken hoe kun je services iets meer shapen naar wat we het voorbeeld hadden, om dat meer voor je klant beschikbaar te maken. Het service zelf
levert op zich niet directe content. Ik vind het concept van de digitale tweeën op zich wel interessant. Maar ik denk dat we ons in ieder geval af moeten vragen van wie is eigenlijk de eigenaar van onze digitale tweeling. En de vraag is van wie moet er gebruik maken van die diensten? Is dat de verkopende partij die de diensten gebruikt om ons als klant te vinden? Of moeten wij dat zijn, althans onze digitale tweeling, die van die diensten gebruik maakt om de leverancier te vinden? Ja. Ik denk dat die discussie moet gevoerd worden. Ja. En dus kun je mij daar als architect een rol bij? Of zeg je dit als persoon van ik denk dat we daar als architecten een rol in hebben. En wat zou die rol dan zijn en wat voor een. En zou die rol nu al kunnen vervullen? Of moeten we op bepaalde punten bijspreken? Mijn beeld is dat op dit moment de manier waarop dat soort services in de markt gezet worden heel erg richting leverancier gericht is. Niet richting ons als klant. Je voorbeeld erin. Het zijn bedrijven die gebruik maken van die diensten om te kijken wat ze ons aan moeten bieden. Maar hoe ziet het bij Twin er dan? Die is heel erg verspreid. Ik bedoel, iedere leverancier die heeft dat stukje van jou wat voor hem interessant is. Moet je dat concreet maken met tegenwoordig de auto's? Die wordt daar een data aan die aan, zijn auto aan je doen. En niet direct terug te worden op jouw persoon, waar je je eruit bijstelt, waar je bent geweest, etc. Ik krijg jou ook automatisch te maken. En is dat een principe met die digital twin? Ja, dat is een representatie van jouw persoonlijk gedrag gezien vanuit een apparaat. Ja, dat is een bepaalde view op die data. Die view heel erg vanuit de consument waar ligt, dus van hoe beweeg je de auto, hoe maak je er zelf bij aan de auto van? Nee, daar hebben we niet over zelf bij dan. Dat zijn puur gegevens die je van schil alleen gebruikt. Om de auto te verbeteren, et cetera. Natuurlijk, dat krijg je wel een zeer gedetailleerd profiel wat iemand doet, waar die rijdt. Ja. Je kunt op zijn mens gaan afvragen van wie zijn die gegeven. Precies, want die autoleverancier kan het ook verkopen aan de verzekeringsmaatschappij. Ja. Wist u wel dat deze weer los in de kant is? Dan krijg je vanzelf aanbiedingen met een hogere prijs van je verzekering. Dat zou ervoor pleiten om al die juist inderdaad in een soort echte digitale tweeling te concentreren, ja. Waar jij als persoon van vlees en bloed de eigenaar van bent. Kijk, dit klinkt mij als muziek in de oren, want als ik even naar de overheid kijk, ik weet of jullie de motieregie op gegevens hebben gezien toevallig. Die is twee maanden geleden is die door de Eerste Kamer aangenomen, of tegen de Tweede Kamer, pardon. En die heeft aangegeven dat daarin staat eigenlijk dat jij als burger de eigenaar bent en blijft van jouw gegevens. Dus het concrete, ik doe een casus, ben daar mee bezig geweest, bijvoorbeeld voor sociale huisvesting. De klassieke manier van gaan inschrijven voor sociale huisvesting is voor je heet Martin op het land en dan bijvoorbeeld een heleboel andere data met onmogelijke vragen zoals wat is uw toetsinkomen? Terwijl het alternatief zou zijn, 95% van de gegevens die je daar moet gaan intikken, die weet de overheid al, of die kunnen ze met jouw toestemming ergens gaan halen. Dus waarom niet zeggen, hoor je de markt van het land, by the way, voor dit doel, geef toestemming dat u die gegevens namens mij mag erover beschikken, en by the way, ik spreek af dat u direct nagebruikt, dus ik ben groot nagedacht. Dat is het. Met als gevolg dat ik op enig moment een appje krijgt van gemeente Haarlem, heeft zojuist uw inkomensgegevens opgevraagd bij de Belastingdienst, wegens uw aanvraag voor sociale huisvesting. Dus dan blijf je meer in controle en dan zie je dus ook de effecten, zonder dat jij met moeilijke dingen wordt gevraagd. In de relatie met de overheid geloof ik nog wel dat dat misschien zou kunnen, maar in de relatie met Google, Microsoft en allerlei automerken geloof ik minder dat dat in de praktijk ook gaat gebeuren. En hoe zie je onze rol als architect daarin? Ja. Ja, want je zou dan als architect staat om dat enigszins te shapen. Ik begin op zich met sowieso een stuk bewustwording dat dit gebeurt. Yes. En dat je op zijn minst je klanten ervan bewust maakt dat dingen gebeuren. En zeker ook bijvoorbeeld met de cloud, dat is wel leuk, maar je hebt al je bedrijfsgegevens ergens in de cloud liggen.
Als je zwanger alles goed kunt, dan is het op het moment dat je een matverreden in de discussie krijgt met je leverancier, ben je daar die data kwijt. En wat doe je daarna? Ja. Dan zul je ook wel voorzorgsmaatregelen opleggen. Want dat soort documenten niet gelezen kunnen worden. En dat soort dingen. In het begin, om sowieso een stuk bewustmaking van, kijk, ik hou het leuk, maar waar zit die data? Wat doe je ermee? Wat zijn je risico's? Wat zijn de consequenties? Dat is wel iets. Interessant is natuurlijk dat het GDPR onderscheid maakt tussen data subject en data controller. En eigenlijk zou je als mens willen dat dat een en dezelfde is. Ik wil als data subject eigenlijk ook mijn eigen data controller zijn. En ik vermoed dat GDPR dus nog maar het begin zal zijn. Ik denk dat het heeft nu allerlei organisaties echt overvallen. Hoe streng AVG en GDPR zijn. En je hebt gelijk, hè, de Google en Microsoft in deze wereld zijn natuurlijk supermachtig, dat geloof ik. Maar toch denk ik dat de EU best wel moeite zal doen om een aantal van die dingen meer in de cloud te krijgen. En dat er dus strengere eisen over het bij elkaar houden van ownership en subject zullen komen. Maar als je gigantisch veel geld verdient met gepersonaliseerde advertenties, ook op basis van onze gegevens. Maar je ziet nu wel dat het wetgeving en met precies. GDPR en wat je net noemt. Bij andere wetgeving, het steeds meer gaat inperken. Ja, maar dat gaat door. Die tijd gaat dus voorbij. En als je dus deze visie vasthoudt en je draagt die uit als architect naar een klant toe, kan hij daar op dit moment dus een voorsprong mee krijgen, want dan heeft hij meer vertrouwen van de consument. Die dus precies. Ziet naar Google van, hé, daar gaan al mijn gegevens. Ja. En nu ben ik baas van mijn gegevens. In ieder geval heb ik het gevoel dat ik in controle ben. En wat het is ook wel een beetje de visie van een bepaalde, ik ben zelf ook wat ouder, hè, maar van een bepaalde generatie, denk ik. Want als je als consument besluit om jouw gegevens wel weg te geven of beschikbaar te stellen, dan kan dat wel natuurlijk. Bij mijn kinderen, want in de leeftijd zit dan, ook een beetje dat ik daarover kan praten, dan zie ik juist dat ze daar super alert op zijn. De foto's van de baby'tjes van mijn zoon en dochter komen niet op internet, niet op Facebook. Heel bewust. En terwijl ik voor eerder dacht, leuk is ook, maar nee, dus daar zijn ze eerder te gaan. Maar is dat generiek voor de leeftijdsgroep, denk je? Of? Ik denk dat het op dit moment nog met bepaalde milieus te maken heeft. Bepaalde milieus. Jij praat hier over 230 gaan er vast los. Maar is er iets wat wij als architecten nog zouden moeten bijspreken of moeten kennen en kunnen? Om hier goed advies in te geven. We kunnen natuurlijk ook beïnvloeden en vormgeven Op deze manier te denken. Mm-hmm. Ik vind de ethische vraag ook niet onbelangrijk. Dat je al voor jezelf nadenkt van wat vind ik zelf reëel en daar minstens de dialoog over aangaat. En dat wordt niet ingehuurd over of als stemmeling per se, denk ik. Maar tegelijkertijd, de normen en waarden die wij hebben, die weerspiegelen ook voor een deel hopelijk wat er in de rest van de maatschappij leeft. En ook klanten zullen daar niet ongevoelig voor zijn. Dat het nuttig is om met jou daarover te praten. Dus ik zou onze eigen woorden niet willen. De andere kant is wel dat we nu alles als gratis beschouwen op het internet. Dat we het jarenlang met onze privacy betaald hebben. De andere kant is dat je voor die dingen moet gaan betalen. Maar dat gebeurt ook niet makkelijk. Nee, maar dat, wordt dus dat zal dus langzamerhand meer een bewuste keuze gaan worden. Want u kunt het gratis krijgen hiermee. Bij deze mensen ziel Dat heeft nog steeds ook een voordeel voor de leverancier, want hij hoeft dus niet meer al die gegevens te bewaren. Ja. Nu hebben ze enorme databases in de cloud enzovoort, maar je krijgt op het moment dat je nodig hebt, krijg je wat je nodig hebt. Ja, actueel, dat is ook wel. En dat is dan ook actueel, zeker. Ja. We hebben natuurlijk ook klanten die vragen hoe kan je ons helpen. Ik zat vorige week terug bij een presentatie van Liverpool, een voetbalclubje. Maar die had 700 miljoen aanhangers. En die zeiden van, die mensen willen we optimaal bedienen. En hoe gaan we dat nou faciliteren? Die mensen komen op onze website, die willen filmpjes zien, maar die moeten ook online producten kunnen bestellen en weet ik wel wat. En er kwamen allemaal goede ideeën hoe je dat kan doen natuurlijk. Maar er wordt wel iets van een architect verwacht, wat is er mogelijk en hoe kan je realiseren? En dan had je het gevoel dat je, was jij er zelf ook als architect op? Nee, het was een presentatie hoe dat was aangepakt enzovoort en wat de behoefte was. En zag je dan daarvan, dit is wat het advies gaf en dit is de behoefte. Maar zag je daarin ook wat hiaten in de kennis en kunde van de architect op? Als je dat Het was meer vanuit de komende, er was een nieuwe commerciële juffrouw aangenomen en die had er zoiets van.
Ik kom van bekende grote winkelketen in Engeland. Daar kwam zij vandaan. En zij wilde bij de voetbalclub wilde zij die drive helemaal inzetten van hoe gaan die 700 mensen optimaal van spullen voorzien, zorgen dat zij tegenwichten betalen, bepaalde abonnementen vormen, wat de diensten van ons gaan afnemen en hoe gaan we dat weer zien. Ik eindig hiermee de presentatie. Jullie hartelijk dank voor de input. Dennis heeft vastgelegd en wij maken hier gewoon weer de presentatie van met even terug. Dan gaan we verder met onze tweede groep. De ontwakkende architect. Ik had eigenlijk niet verwacht dat de groepen zich precies gelijk de tweede gedeelte. Ik dacht eigenlijk dat er weinig mensen naar certificering zouden gaan en heel veel mensen naar de onafhankelijke architect. Maar het lijkt me een ontzettend interessant onderwerp, dus misschien moeten jullie nog een keertje uitnodigen. Ik kan ook heel snel praten en dat iedereen halverwege ook niet heeft een muziek. Deze sessie wordt verhuurd, dus we gaan straks antwoord opgenomen. En dan later gaan we dat publiceren, zodat de mensen niet denken van nou, ben ik weg bij deze gezegde innovatieve mensen. Ik blijf lekker op de bank zitten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar dan, ja, dan weten we dat. Ja, ik wil Jan Moeker even het woord geven. Dat is heel benieuwd. Ja, hier zit hij ook. Klaas is vanaf de andere kant. Mijn naam is Jan Moeker. En misschien is het wel goed dat ik een paar dingen zeg over waar ik vandaan kom. Het is zo, ik heb rechten gestudeerd. En, dus ik kom niet uit de hoek van informatica of dergelijks. Ik heb rechten gestudeerd en toen ben ik bij de overheid al snel vorige eeuw in het activisme en terrorisme terechtgekomen, maar het was wel anders. Daar hadden we nog onkruid, je had de actiegroepen tegen de defensie, kraakpanden, je had de Rode Armee-fractie en dat soort zaken. Daar ben ik al snel ingekomen, als jongen is het natuurlijk fantastisch om daar werkzaam te zijn. Toen kreeg ik in de 80e jaren op te maken met computerfirma, dat begon toen al te ontstaan. En toen, ik deed altijd bijzondere dingen binnen de overheid en de veiligheidshoek, ben ik daar ook, dus die andere dingen die ik ook in gaan verdiepen. En dat is de reden dat ik dus, laten we zeggen, als ik nou zeg maar mijn werkperiode 40 jaar beschouw, heb ik dus 20 jaar in dat restdomein gezeten. En toen ben ik overgestapt, geleidende weg eigenlijk. Ik ben begonnen met informatiebeveiliging, dus trouwens eerst het bestrijden daarvan. En toen, wat doe je dan? Toen ben ik zelfs internationaal een rond gaan kijken, dat is er nog niet zoveel van, wat doen we er dan? Ik ben in de Staten geweest en elders. En toen was ik ineens specialist op het terrein van informatica. Ik heb een organisatie opgezet in de overheid en toen ben ik suggressief in de elektronische overheid terechtgekomen. Steeds meer bij Binnenlandse Zaken. En daar heb ik eigenlijk tot mijn pensionering heb ik daar de activiteiten rondgeloopt. Of rechtstreeks onder de minister, of dat ik in stuurgroepen zat op datgeven uit de grote programma's. En daar kwam ik natuurlijk ook Capgemini tegen, want ik was ook een ik had heel wat Europese aanbestedingen, dus ik kap ook ermee. Dus ik heb ze allemaal binnen zien komen, ik heb mee gesproken. Maar Enterprise Architectors, of een architect die een database deed op infrastructuur, of een sales manager, of een account manager, of een projectleider, of een programma manager. Ik heb ze in alle maten en soorten, en niet alleen van Capgemini, van binnen zien komen. In die periode ben ik ook een tijdje bestuursvoorzitter in Rotterdam geweest. En toen met scholen, toen ben ik toch een beetje scholenbouw. Dus dat was wel aardig en dat was eigenlijk de periode voordat ik met de digitale wereld in aanraking kwam. Dus ik was opdrachtgever en ik moest scholen bouwen en dat soort zaken. En daar weet je dus helemaal als opdrachtgever helemaal niks van. Je weet dat al jouw personeelsleden en kinderen allemaal in gebouwen zitten. En het was heel lastig in Rotterdam, want we hadden een overspannen markt. Het waren in oude wijken, de scholen binnenplaatsjes en allemaal toestanden.
En ik was zeer gecharmeerd van die architect. Want dat is een grote tent. En dat ik naar het ministerie onderwijs ging. Of ik ging de wethouder toe. Ik ging ergens anders toe. Of ik had problemen met aannemers of wat dan ook. Een fantastische man. Onafhankelijk enzovoort. En toen kwam ik in de digitale wereld. En daar kreeg ik, om het maar heel plat te zeggen, klein met de bouwers te maken. Want opdrachtgever is ik ook niet zoveel, maar ik had klein met de bouwers te maken. En toen is eigenlijk al een beetje de gedachte gaan ontstaan van, hoe zit dat model nou in elkaar in de digitale wereld? Ik heb alles meegemaakt, zo'n beetje. Dat was het voordeel, want ik zat in een hele centrale positie. Dus als een van jullie betrokken is geweest bij Speer bijvoorbeeld, van Defensie, of je betrokken geweest bij de SU, of bij de gemeente, of bij de waterschappen, of de provincies. Ik ben er overal, ben ik er dus iedere keer bij gekeken. En toen heb ik ook nog een groot voordeel gehad. Ik ben toen door iemand die ik kende vanuit de georganiseerde misdaad. En die is toen CEO van Shell geworden. En die zat in een... Zeg maar. Hoe zit die link? Ja. En die zat in een groot platform van multinationals. En toen heb ik daar een aantal jaar mee mogen draaien. Elke 3 jaar kom je dus bij die organisatie. Ook die maatschappijen en de banken. Ook die allemaal opgevallen. Heb ik allemaal, want dat was hier. Mocht ik dan binnenkijken. En dan zeg je in de week zat je met elkaar als vakgenoten te praten. Ze beschouwden mij dan zo als CEO Nederland, want anders was ik er niet bij zitten. Was ik natuurlijk helemaal niet, maar van deze Nederland was ik als CEO en dan kon ik zo binnen. En dat is mijn ervaring. En toen ging ik met pensioen en we kwamen steeds meer met gedoe rond digitalisering. Dat ken je natuurlijk allemaal, hè, dit wat onderzoeken doet en wat allemaal niet klopt. En ik ben met banken geweest die gefuseerd waren en ik heb die geholpen. En ik ben ook bij start-up, veel start-up hebben ze mij gevraagd om hoe zit die wereld in elkaar? Heel leuk. Die hebben heel andere normen. Herkennen wij, wat ik even over wij mag spreken, ons helemaal niet aan. Die houden zich niet aan regels en dingen. Die doen gewoon wat en die hebben geen hiërarchie en die zijn gewoon bezig. Een aantal die vallen gelijk weer om, een aantal worden heel groot. Ik ben niks dat ik meegemaakt toen 3 jongens begonnen. Van de TU, de 3 jongens van Roos en van die anderen. Die zijn daar begonnen. Ze hebben nu ook 80 man rond in Rotterdam zitten. Allemaal van dat soort organisaties meegemaakt hoe dat werkt. En toen kwam Elias weer met het rapport. Het werkt allemaal niet zo goed. Toen zijn we na gaan denken, samen, want ik ben ook gevraagd door de VK. Ik was een tijdje opdrachtgever van VK. Want ik deed allemaal dingen, hè. Dat is het verdonkeloosste naar Sixi. Onafhankelijk adviesbureau. Toen zijn we gewoon van Sixi geworden. En toen zijn we dus na gaan denken van, zou dit nou niet anders moeten? En dan anders denk ik ook gelijk aan de digitalisering. En jullie hadden het er ook al even over, over AI, kunstmatige intelligentie. Jullie kunnen waarschijnlijk op het rapport van Gartner, wat recent is uitgebracht dat Nederland helemaal niet zo hoog op de ladder staat. Dat de overheid hier ook rond de hele kunstmatige intelligentie enorm een boost wil geven. De noten rond data gedreven werken en al dat soort zaken, die zijn nu allemaal bekend. Dat rolt nu allemaal over de toonbank. Wethouders die help roepen als een smart city moeten worden. Nou, noem ze maar op, allemaal dat soort zaken. We hebben al die rapporten van het BIT ook geanalyseerd, wat nou allemaal de oorzaak is, hoe het allemaal werkt. En zo zijn we gekomen tot, met, laten we zeggen, architecten, bestuurders, universiteiten, om een groep te vormen om heen te kijken, moeten we niet in de nieuwe tijd wat anders gaan doen? Ik was heel blij met de discussie hiervoor, want die discussie vond ik fantastisch. Want een aantal van die dingen raakten jullie ook al even aan. Hè? Hoe zit het met services? Hè? We kijken bij vanuit de techniek naar aantal dingen, maar hoe zit dat nou met enzovoort enzovoort? De discussie over vraag en aanbod ken ik ook, maar hoe is in de nieuwe wereld vraag en aanbod nog georganiseerd? Ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal het bekende voorbeeld van vroeger ging je naar de bank toe en nu ben je zelf de bankier en je moet er nog voor betalen. Maar als je dat concept even tussen door laat brengen, hoe gaat dat nu allemaal werken? Dat met al die algoritmes, met die kunstmatige intelligentie en met het allemaal zo loopt. Eén ding is wel helder en dat is dan een van de punten. Een architect moet een enorme slag gaan maken wat ons betreft naar de nieuwe wereld. Naar de nieuwe wereld een slag gaan maken. En daar wil ik het even zo over hebben. En Rutger gaat er dan weer verder. Het rapport Elias hebben we helemaal geanalyseerd. Wat is nou aan de hand? Wat zijn de problemen? Wanneer doen ze zich voor? Pagina's vol. Ik heb het ook van het bedrijfsleven, maar die hebben dan niet van die mooie rapporten. Maar ik ben de zorgverzekeraar en de banken. Noem ze allemaal op. We kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden van de belastingdienst, de rechtspraak en dat soort zaken. Kijk, het voordeel is de Raad van de Rechtspraak. Ik ben ook bij de oprichting geweest van de Raad van de Rechtspraak. Dus ik weet ook hoe dat bestuurlijk allemaal zit en dat soort zaken. Nou, als je de laatste rapport over Kei leest, dan kan je zien wat er allemaal aan de hand is. De BIT-adviezen, signalen uit de bedrijfsleven, signalen over tekort aan opleidingen en tekort aan personeel. Universiteiten, wat leren ze nou op universiteit? Wat leren ze op hogescholen? En hoe, nou zeg, adequaat zijn ze als ze gelijk zouden moeten gaan werken op zo'n vlak? Dat je moet zeggen, van, wat wilt u nou? Wat wilt u nou?
dan dat je dus zeg maar van, oh jongens, ik heb een cloud en ik heb een ERP systeem en ik heb de e-business suite en ik heb weet ik veel wat ze allemaal hebben en dat soort zaken. Dan gaan we naar de volgende. We zijn dus een breed maatschappelijk initiatief. Er zijn ook steeds meer mensen die meedenken en meepraten. Dus we zijn nu nog niet klaar. We staan misschien pas aan het begin om dat allemaal te doen. Maar wij denken in ieder geval dat er een ander besturingsmodel moet komen. Met een onafhankelijke architect. We denken dat er een professionele beroepsgroep moet gaan komen. En we denken dat er postmaster moet blijven. Dus dat wil zeggen, als je dus laten we zeggen, de universiteit gestudeerd hebt. Je hebt eerder je bachelor gehaald en dan heb je je master gehaald. Dan heb je meestal na een paar jaar, voor de mensen die al in de praktijk werken, die volop bezig zijn, hè, dat heb je natuurlijk in de accountancy, dat heb je in de rechtersfeer, dat heb je natuurlijk in de geneeskunde, hè, met de artsen die er allemaal, en ik was ook nog promoveren. Dan moet er een soort postmasteropleiding komen, dus na een aantal jaren. Want dat zijn allemaal vakmensen, die hebben in de praktijk al geproefd hoe het nu gaat, maar die worden nog even bijgeschoold. Eén, doordat je een beroepsgroep gaat krijgen, net als dat in de zorg is, krijg je natuurlijk ook dat je jaren je punt moet halen, je naschooling doen, maar dat soort zaken. En we hopen dan natuurlijk ook, dat er onderzoek gedaan moet worden, dat je dus in de gezondheidszorg, het blad Nature, hè, dat je er een blad gaat krijgen, discussiëren over zaken, waar ben jij tegenaan gelopen, ben jij tegenaan gelopen, en hoe zit het dan? Daar zijn we dus mee bezig. Dat wordt nu steeds breder. We hebben ook een stuurgroep van leraren die meedenken. Zeker mensen die hangen aan. En daar vind ik het ook leuk dat we hier bij KAP zijn. Ik heb natuurlijk KAP meegemaakt naar alle kanten. En ik weet dat KAP daar vroeger ook wel eens een discussie over gevoerd heeft. Daar wijzen we. Kennen natuurlijk allemaal die mensen. We weten ook allemaal op KAP. En ik heb ook heel veel met KAP te maken gehad. Ik heb zelfs soms in deze meetingen heb ik discussies gehad. En zei ik van, weet je wat, de accountmanager tegen mij zei. En weet je wat de salesmanager tegen mij zei. En weet je wat nou de projectleider tegen mij zei? En weet je wat het programma? Nou, u kent het ook nog van dat soort verhalen. Ik heb toen ook open source ben ik begonnen. Dat had ik in de Aziatische wereld opgepakt. En toen ik op dat platform zat. Allemaal die bekende ontwikkelingen bij de overheid. En ik dacht, ja, KAP heeft ook zo'n altijd. Oh ja? Nou, maar wij zijn van deze altijd. Ik zat er net naast iemand aan de tafel die zei van, ik weet ook niet meer precies hoe de afdelingen en de onderdelen van KAP allemaal op zich zijn. Nou, soms als opdrachtgever. Als ondergeef, je ziet dat wel, want als je iemand op bezoek gaat van het bouwen, zie je dat die kennis hebben ze wel, daar moet je buiten gaan. We gaan naar de volgende. Daarom wil ik even over dit model praten. Dit model is in de bouw normaal. En dus dan heb je een architect. Een architect ontwerpt en bouwt niet. Een uitvoerder, een aannemer. Die bouwt en ontwerpt het. We hebben natuurlijk in de maatschappij altijd dat mensen zich niet aan, zeg maar, dat ze een uitgangspunt houden. En dat zie je natuurlijk ook. Hè. Dan zie je dus dat ook grote ondernemingen, ik ben ook met hoogleraar in gesprek met een grote ondernemer, nou, dat hebben wij zelf. We hebben geen dame noemen van grote ondernemer, dat hebben wij zelf. Maar wat nou interessant is in de gedachtegang, dat is als je in al die euvels, die jullie ook allemaal kennen, en die ik ook net hoorde in de discussie, hè, dan kom je van, hebben wij nog even in de gaten wat die opdrachtgever eigenlijk wil? Je komt hierachter dat je van die opdrachtgevers die hebben enorme power. En die weten precies wat ze willen, want dat hebben ze van iemand anders gehoord. Of ze zijn een sessie geweest. En ik wil dit en ik wil dat en ik wil zus en ik wil zo. Maar ja, of dat nou allemaal zo handig is, die ambitie. En of dat nou allemaal zo ideaal is voor zijn organisatie. Of zijn ICT-afdelingen die is op een bijeenkomst geweest en laten we dit kunnen maken. Dus wie bekijkt dat nou eens objectief? Zonder belangen. Of het doos A wordt, of doos B, of het Leo C A wordt, of Leo C, of juist niet. Dat je zegt van, ik heb natuurlijk ook een legacy systeem, maar waar wil je nou wat anders? Met andere, wie kijkt nou objectief naar? En we zijn natuurlijk geen van alles zijn we objectief, maar zijn we allemaal belangen. Ik durf het zelfs te zeggen dat ik binnen het ministerie en onder de minister een behoorlijke zware positie had, maar ik kon mij toch niet meten aan, bij wijze van spreken, als ik dat had gekund, aan een architect of onafhankelijk oordeel. Want ik viel onder het ministerie verantwoordelijkheid, ik zat er in de Kamer en er werd zo gezegd. Maar als ik met die bouwarchitect naar het ministerie van Onderwijs ging, of we gingen naar de wethouder toe, want dan komt er toch een autoriteit binnen. We zijn ook in gesprek geweest met bouwarchitecten, ook van naam. Ik ken er ook een aantal vanuit de periode, en we zeggen van, hoe gaan jullie dat hier mee om? Hoe gaan jullie daar mee om? En hoe zit dit en hoe zit dat? En als je dat nou projecteert op de ICT, op de digitalisering, hoe zou je daar dan mee omgaan? Wie is dan de tegenspeler voor de opdracht? En wanneer komt nou een architect binnen? Kijk, in divisie, bij een architect, bouwarchitect, zelfs als privéman, doe je dat. Stel nou voor dat je wil met je huis. En je wil niet zomaar zeg maar een uitbouwtje dan doen wat je op tv ziet, maar je wil er gewoon even goed naar laten kijken, hè, onder architect duurzaam. Dan, voordat je één stap gaat ondernemen, dan ben je een architect en dan zeg je, joh,
kom eens even praten, wat zou het moeten? Ik heb dat zelf ook meegemaakt in de praktijk. Wat zou je nou willen? Moet je je voorstellen dat de opdrachtgever zelf ideeën heeft, want hij is ergens naartoe geweest, of hij rijdt gewoon enorm, of hij heeft een ICT-afdeling, hoe weet ik veel dat hij allemaal heeft. En dan komt de online verkeer, die zit zo even te luisteren. Wat wil je nou? Want je ziet het nu ook, ik had het net over de Portal Carter. Er zijn een aantal organisaties die daar nu ik wil vooraan lopen met data gedreven, met AI en dat soort zaken. Ja, maar waar heeft u het dan precies over? En wat wilt u? En waarom wilt u dat dan? Want bij talloze overheidsorganisaties, heel paspoort enzovoort, heb je al een moeilijk algoritme, zijn, want dat is gewoon allemaal één op één. En hoeveel keer heb je als burger contact? Waarom wil je dat dan allemaal? Hoe zit dat? Nou, dat is natuurlijk het eerste spel wat zich gaat afspelen. En die architect die heeft geen bang. Want die verdient niet aan het feit of hij nou een groot gebouw neerzet, of een klein gebouw neerzet, of geen gebouw neerzet, of wat dan ook. Hij geeft gewoon een advies en is een expert. Daarnaast is, heb ik gemerkt, is het ideaal van zo'n onafhankelijk architect, want die zit altijd op dat niveau. En die loopt bij al die organisaties, dus die wordt steeds rijker aan ervaring. En als je natuurlijk ook nog die scholing hebt, nou dan loopt het helemaal in. Dus dat is het eerste spel. Wat wil je eigenlijk? Dus zijn we eens gaan durven, alles wat wij meegemaakt hebben en wat we kennen vanuit organisaties, wanneer het al misgaat. Nou, bijna alle zaken, het zit in de 90%, dan gaat het aan het begin al helemaal fout. Inclusief, hoe ga je aanbesteden, aan wie ga je aanbesteden, ook rond beheer, ook rond, noem al dat soort zaken op. Je kan, ik schrok er zelf van dat ik dacht van, nou, dat zullen best heel, nee, bijna allemaal. Ik kon ze bijna allemaal terug, ik denk van, als je daar nou op de eerste dag, en niet, laten we zeggen, goed begin is het half uur, nee, is het hele dag. Goed begin is gewoon het hele dag. Ga nou eens even nadenken met die opdrachtgever. Van hoe wilt u dat nou doen? En wat doen we wel en doen we dat niet? We hebben dat ook getuurd met bouwarchitecten, hoe dat werkt. Bijvoorbeeld mensen die een industrieel bouwwerk hebben. Dat heeft heel erg veel. Dat kan wel in de havens komen van die verbouwen, die pakhuizen. Ja, wat ga je dan doen? Ga je dan altijd doen? Of niet? En hoe ga je er dan mee om? Een architect kan daar fantastisch wel, wat wil je eigenlijk doen? Buitenkant dan niet, of de binnenkant, dat is zo, dat is zo. We vragen wel, want dat hoorde ik u ook een paar keer zeggen. Dan moet je wel alles weten. Ja, je moet inderdaad. Heel wat weten, maar op een ander niveau. Ik heb gemerkt dat je als enterprise architect, of ik had er iemand, ja ik chargeer even, maar die zat op een wolkje. En dan dacht ik van, ja maar je moet ook een beetje weten hoe het daar allemaal onder zit en hoe dat werkt. En als je nou keuzes maakt in de techniek, kijk een bouwarchitect in bouwkunde, dus die weet het ook echt. Die weet van boven tot onderen hoe het zit. En als je het niet helemaal precies weet, dan weet hij toch wel wat het kader is daarvan. Maar dan heeft hij dus een onafhankelijke constructeur. Of een onafhankelijk dit, of een onafhankelijk dat. Hij zegt tegen mij, wij gaan als beroepsgroep nooit naar aannemer. Niet omdat die aannemer die goed zou zijn, maar die aannemer die heeft altijd scope of belangen of wat dan ook. Of een bepaald blik, omdat hij dat altijd zo gedaan heeft. Onafhankelijk moet je zijn. Dat doet natuurlijk eigenlijk niet in de digitale wereld. Waar heb je nou iemand die onafhankelijk is? Ik werd doodgegooid, ook vanuit controle, met één functiepunten. Nou, dan had ik iemand die zei, nou, dit zijn zoveel functiepunten en kost je ook. Dan vroeg ik hem nog. Zoveel functiepunten. Nou, het ging alle kanten uit van een bepaalde normering. Was iemand één die zei van, dit is een functiepunt voor mij. Nou, dat hebben we. Dit is een functiepunt voor mij. Nou, hoef jullie maar uit te leggen. Zo kan ik tig voorbeelden. Ik heb zicht binnen gehad, ik heb dit binnen gehad, ik heb deze gemeente en dat. Het was altijd was het weer eigenlijk gedoe. Daar moet nog heel wat ontwikkeld worden als het. Maar het leuke ervan is, als de opdrachtgever en onafhankelijk architect er nou uitkomen. En die zeggen van, nou, dit zou het moeten zijn. En dan gaat het wat ons betreft, gaat het verder. En die discussies die jullie net hadden over de privacy en de burger, en zou je dan dit moeten doen of zou je dan dat moeten doen, die kan je natuurlijk prima met elkaar doen. Wilt u dat wel? Of wilt u wel dat die burgers of uw klanten met die digitatie dit doen en dat doen? Want ik kwam natuurlijk ook tot de conclusie dat een aantal heel prachtig onder zogenaamde architectuur van het bedrijf van ziet gebouwd. En op het netwerk kwamen natuurlijk met de burgers kan overrijden, die wilden zo alles op aansluiten en dat soort zaken. Maar dan dacht je dat iemand nog keek hoe dat allemaal met de veiliging geregeld was, dan was dat heel erg, dat was dan niet. Oh, wacht eventjes. Dat is ook zoiets in de architectuurplaat, hè. Dit gaan we dan doen. Klommetje ernaast van privacy. Klommetje ernaast van security. Mensen komen ze nog te laat in beeld. En dan moet je naar een aantal dingen gaan doen. Terwijl je in het concept waar we net in Giet over hadden. Het loopt allemaal door elkaar. Je moet eigenlijk van begin af al denken van hoe gaan we dat nou doen met elkaar. En het leuke ervan is. Dat we het uitvoeren. Dus die architect die zegt van. Nou, dit zou je eigenlijk moeten. En qua methode. Zou je daar een beetje waterval kunnen doen, daar zou je een scrum kunnen doen, dat leent zich er absoluut niet voor, maar dat zou je niet doen. En dan moeten we ook nog nadere afspraken overmaken. En dan komt de uitvoerder. En stel nou dat de uitvoerder, net als Kap zou zeggen, ja, wat u allemaal bedacht heeft.
dat lijkt wel aardig. Ja, maar ik ben wel een vakman, ik heb daar dus naar gekeken. We hebben natuurlijk een prachtige, professionele discussie, want ik heb ook gemerkt in de praktijk dat als opdrachtgever, meestal uitvoerder, een discussie gaan voeren over wat er allemaal voorgesteld wordt, dat ze zeggen, nou, dat zijn er maar weinig mensen gegeven die dat goed zouden kunnen. Maar dat is natuurlijk een professionele discussie. En dan zegt een ander transparant, dan heb je hier een transparante discussie, je hebt hier een transparante discussie, en wij denken dat alles dan op een hoger niveau gaat. En dat zijn we nu, overal zijn we dat aan het discussiëren, en dan komen de mensen van, oh ja, maar dit werkt niet, of hoe ga je hiermee omgaan? Met de dag worden we rijker en wijzer. Maar wat wel belangrijk is, dat je onafhankelijk oordeel daarvan geeft. En ik moet het gewoon zeggen, bij KAP heb ik ook dikwijls gewerkt en zei, ja, maar ik moet wel service van mijn baas, van dit, van mijn dat, van mijn zus. Ik zei, dat herken ik, want toen ik op middelste zaken zat, kon ik ook roepen wat ik wil. Maar de reden ook van, ah, we doen het nu zo, want minister is verantwoordelijk, ook voor jou, enzovoort. Dus met andere woorden, zo werken mechanismen. Je ziet het ook met het WOBC, hè, Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. Bij het ministerie van Justitie, de Kamer denkt als onafhankelijk advies. En die zijn dus nu weer aan het nadenken van. Dus wat is nou de winst van het geheel? Jullie worden er beter van, ben je een mooie speler in het veld. Ondergeven wordt er beter van, iedereen wordt er beter van. Ja, dankjewel Jan. Dan zal ik mezelf nog even introduceren. Vergoos, ik werk bij Bloemklooster Associates in een jaar, denk ik. Sorry, mag ik even die opmerking plaatsen? Als ik dit zo bekijk, dan ben ik bekend met onze kapgeving IAF-model. We het hebben over contextueel, conceptueel, logisch en fantasie. We spreken hier met name over het contextueel en dan een stukje concept bedenken. Zo beschouwen wij architectuur of IT binnen de kapgeving. Maar ik zie dat hier heel veel bij aansluit. Want je gaat dus met je stakeholders in de business praten van wat is jouw business. Je gaat al, zijn hele IT ga je in zijn business context vastleggen. En dan pas ga je overwachten van oké, dit zijn de IT concepten die wij voor jouw business kunnen bedenken. Ja. Zo zou het moeten gaan. Je hoort mij niet zeggen van dit kan nooit goed zijn, want ik heb natuurlijk ook daar. Ik heb 20 jaar gezeten en ik heb ook hele goede projecten heb ik daar gedaan, wat goed afgelopen is. Maar er zijn ook projecten gegaan waar het dus niet goed is afgelopen. En waar we dus echt gewoon geweldig gedoe hebben gehad. Ontzettend gedoe gehad. En wat mijn eigen leermoment is geweest, dat ik kon pas een goede speler zijn om te beoordelen dat het allemaal zo was, toen ik 15 jaar meedraaide. Maar niet in het begin, toen ik dus eigenlijk alles meegemaakt had. En toen ze dus, laten we zeggen, zal er een keer in business, ik chargeerde, maar zal er een business zien binnen gaan, want dat was dus fantastisch voor deze organisatie. De medewerkers die volgden ook allemaal pakken wel eens naar te kijken. En wat bleek toen we al een jaar bezig waren, dat het datamodel toch niet helemaal goed paste. Nou, dan kan je twee dingen doen, hè? Je datamodel aanpassen of pakket. Nou, zei ze, we hebben contact met Amerika, we gaan even dingen. Nou, ik heb inmiddels al geleerd dat we aan de enzym gaan sleutelen om dingen wat anders te doen. U voelt het al. Miljoenen de bakken gaan, het is nooit wat geworden. En iemand anders zegt in mijn ja, maar jullie hadden de eerste dag al moeten kijken. Ja, maar zijn wij personeel wel prachtig. Maar dat was niet de casus die in die organisatie zich voordeed. Nou, en nou zeggen ze, heb ik meer voorbeelden gehad, maar het is ook goed gegaan in een aantal gevallen. Maar als je nou in zijn algemeenheid nu kijkt naar alle ontwikkelingen rond AI en dat soort zaken. Jullie zeggen ook zelf dat die niet op alle terreinen meer bijgeleerd. Wij denken dat het toch wel anders moet gaan. En dan is onafhankelijkheid en wij gewoon heel belangrijk. Zorg dat je iemand hebt die is gewoon en een autoriteit. Of laten we wel zeggen, een autoriteit werkt geweldig. En voor duidelijkheid, wat verstaan jullie onder onafhankelijkheid? Ja, dat kunnen we zo even door. Ik wou nog even mezelf introduceren van een paar opmerkingen maken naar de vorige sheet. Ik doe dit werk nu zo'n 15 jaar als zeg maar enterprise architect, programma architect. Je zou kunnen zeggen in de rol bij een opdrachtgever. Daarvoor was ik 50 jaar manufacturer, something completely different. Dus ik ben daarna informatiemanagement gaan studeren en bij VKA gaan werken. En ik ben hier eigenlijk mee betrokken geraakt, ja, gewoon vanuit mijn professie zeg maar als architect. Nadenkend over hoe kan het anders. En een van de dingen die op de dia stond is wel vrij essentieel, namelijk kwaliteit van binnenuit. Al die maatregelen die er tot nu toe bedacht zijn allemaal gericht op
sturen er een bid op af, doen een externe review, doe dit en doe dat. Dat is allemaal even de thermometer erin. Maar voor grote complexe projecten krijg je dan nooit echt inzicht in wat speelt hier nou echt. Hè? Ze kunnen best wel met je vinger plezier op plek leggen, maar je wordt niet dag in dag uit bij de tijd gehouden door iemand die zo'n rol invult. En ook deze figuur scherp houdt, want hier gaat het ook heel vaak niks aan. Nee, dus nou, dat is wel vrij essentieel in een concept, hè, dat die onafhankelijke architect gewoon op echt dagdagelijkse basis die rol vervult, die ook gewoon invult. Dat is belangrijk. En het andere wat ik wilde zeggen is, ten aanzien van die professionalisering heb ik de parallel getrokken in een artikeltje een tijdje geleden van ja, als je nou kijkt naar hoe de medische wereld zich in de loop van 300 jaar heeft opgewerkt en uitgestand. En de advocatuur. En de accountancy. En zo kunnen we een aantal beroepsgroepen noemen die eigenlijk een stapje verder zijn dan waar wij nu staan. En met dingen als certificering, tuchtrecht, gedragscode, dat soort dingen. En waardoor ze op een bepaald professioneel niveau zijn en ook dat aanzien hebben. En die opdrachtgever op dit moment, als je iemand vraagt om hem te ondersteunen, dan weet hij eigenlijk maar op een bepaalde manier te achterhalen wat hij in huis haalt, maar hij kan niet zeggen van, oh, dat zit wel snor, want die heeft deze kwalificatie. Dat geldt ook voor een advocaat en een arts ook, weet je ook niet wat een beetje in huis haalt. Maar blijkbaar toch wel zo georganiseerd dat je daar nu toch wel redelijk van uit mag gaan dat hij professioneel te werk gaat. Dus dat speelt ook mee. Je moet wel wat eisen stellen aan deze rol. En daar zijn we eigenlijk nu gewoon mee bezig. Om te kijken welke dat zijn. Als je de volgende sheet even doorklikt, dan zeg je dus in feite, in mijn optiek, kijk, die architect moet natuurlijk dingen weten van IT en architectuur en dat soort dingen, maar die moet nog veel meer weten. Eigenlijk een soort van, ja, die een helikopterview heeft op die context. En die kan dus zo'n contextanalyse doen. Die weet wat een business case is, die weet ook legal aspecten, de onderscheiding in zo'n context. Die weet ook wat mensengedrag is, daar heeft hij ook verstand van, want dat is ook veel vaker een succes of een faalfactor. Dus die moet je toch vrij breed opleiden om zo'n rol te kunnen vervullen. Dat wil niet zeggen dat hij alles het fijne moet weten. Want in het concept hebben wij ook gezegd, die onafhankelijke architect moet zich ook kunnen steunen door een specialistenteam. Bijvoorbeeld iemand op het gebied van security en privacy. Bijvoorbeeld iemand op het gebied van techniek en infrastructuur. Dus hij moet er wel genoeg van weten om zijn opdrachtgever te kunnen adviseren en het ontwerp te kunnen maken en beoordelen. Maar hij kan zich best laten ondersteunen. Maar ja, je moet je richten op een figuur die dus breed geschoold wordt om zo'n rol te kunnen vervullen, denken wij. Want al die grote, complexe IT-projecten die hier en dus hebben we gekeken van, nou, wat potentieprofiel hoort daar dan bij? Dat is eigenlijk het onderscheid in ons verhaal. Als je die professionaliteit op een hoger niveau wil brengen, dan moet je dus kijken naar opleiding. Wat je daar omheen moet doen aan certificeren en voortdurend peil houden van je kennis. Maar het is, visie is een professionele beroepsgroep. Daar begint het mee. En dan heb je opdrachtgevers die daarop gaan letten. Die zeggen, nou, ik wil deze eisen voldoen. Dat is natuurlijk een beetje een kip-ei-probleem, hè, waar we tegenaan liepen. Maar ja, opdrachtgevers vragen niet om. Dus dan gaat de beroepsgroep zich niet certificeren. Want waarom zou het dat doen? Ja, daar kom je niet uit als je het dus uiteindelijk ook in overleg met onze peers, andere bureaus en gevers, van ja, weet je, waar iedereen wat aan heeft, is op een hoger plan brengen van de professionele vakbepalingen. Dus daar zijn we nu als eerste eigenlijk mee begonnen. Dit eigenlijk de visie. Je kunt met de huidige complexiteit van de maatschappij digitaliseren. Moet je iets doen aan uitgaan boven wat we nu vragen. Even kijken. Nou, ik denk dat wel belangrijk is. We hebben met de KNVI een overeenkomst. Dat is een van de grotere beroepsgroepen. Dat is niet de enige. Er zijn natuurlijk allerlei beroepsgroepen ontstaan in de loop der tijd. De KNVI had toevallig toen die twee jaar geleden spraken, zeg maar, een gelijkluidende visie, hè, van wij moeten de professionaliteit van onze leden verhogen op een of andere manier.
Dus we hebben een soort overnachtkaart om te kijken hoe wij gezamenlijk beroepsgroepen kunnen personaliseren in overleg met universiteiten en hogescholen. Maar ook met opdrachtgevers. Vragen ook even. Wat jij dan met je doet? Hoe kan dan dat curriculum van zo'n onafhankelijke architect zitten? Dan kom je volgens mij op de laatste sheet. Dit is dus het punt van ja, waar vraagt dat dan om? Ja, dan moet je wel iets misschien met een register, met kwalificaties, met ervaringsperiode, oftewel CPI points, zal ik maar zeggen. Van, nou, hoe ziet jouw track record eruit? Een scherpe titel, zoals architecten hebben. En gedragscode en desnoods tuchtrecht. Een paadje wat Jan liet zien van, bij ieder bouwproject zie je gewoon wie is de architect, wie is de aannemer, wie is de constructeur. Dat kan ik bij onze IT-projecten vaak niet achterhalen wie er precies zijn. Dan moet je echt inside information hebben. Dus we afficheren ons daar ook niet mee, zeg maar. Wel ja, die bouw is natuurlijk gebruikelijk. Dus die borging is wel iets van lange adem, denken wij. Dat is niet zomaar geregeld. Maar uiteindelijk zul je dezelfde weg moeten volgen als die beroepsgroepen hebben gevolgd die we net doen. Dat denken wij. Wel die borging. Ten aanzien van het opleidingstraject, dat is volgens mij de laatste sheet. Postmaster, die Jan noemde, we denken nu aan iemand doet een opleiding in de richting van, laten we maar zeggen, informatica vandaag. Informatiemanagement, of weet ik veel wat. En dan heeft hij zijn masterstitel en dan gaat hij aan het werk. Dat is een jaar of 25. Nou, dan zal hij toch eerst wat werkervaring op moeten doen. Dan zou hij zich basisarchitect kunnen noemen als hij dat een aantal jaren heeft gedaan. Ja, dan moet hij kijken van nou, ik heb eigenlijk wel die ambitie om door te groeien naar zo'n onafhankelijke architectenrol. Wat moet ik daarvoor doen? Dan moet ik misschien een soort postmaster doen. Waarbij die aspecten die ik nog niet in mijn mandje heb zitten van als ik het net liet zien. Hè, van veranderkundig inzicht. Moet ik daar misschien aan toe afvoegen. En ook dan zul je weer een jaar ervaring moeten doen. En dan misschien nog een tweede niveau. En zo hou je eigenlijk een soort van opbouw. Want wij denken dat zo'n borstel van senioren op een groot complexe project gaat. Daar zit een traject aan vast. En wij zijn nu bezig om het curriculum, zeg maar, voor die postmasteropleiding om die samen te stellen. Best zijn dat je een deel van het curriculum nog wel in je zak hebt, maar een deel nog niet. Of dat een universiteit zegt van nou, wij bieden dit aan als een bepaald pakket. Kan je die ervaring hebt, die werkervaring hebt, kan je dat gewoon volgen. Dus dat competentieprofiel zijn we nu redelijk ver mee, zeg maar. Dat is ook gebaseerd op een competence framework aan de ene kant, aangevuld met inzichten van allerlei partijen. We hebben met een groep van hoogleraren van diverse universiteiten gekeken en hebben gehad. En dat ligt nu eigenlijk klaar om met diverse partijen in gesprek te gaan. Hoe zet ik nu de volgende stap? En daar hoort eigenlijk ook bij wat je natuurlijk in allerlei wetenschappelijke richtingen ziet. Dat je dan ook veel meer onderzoek en wisselwerking krijgt tussen wetenschap en praktijk. Want dat is bij IT ook niet zo breed gezaaid. Zeker niet als het gaat om dit soort complexe projecten. Wordt daar relatief weinig onderzoek naar gedaan. Sterker nog, die hoogleraar klagen eigenlijk dat ze maar weinig praktijkmateriaal krijgen uit het veld. Omdat er ook veel partijen zijn die dat tegen de borst houden. Want ja, die is ook nog een keer gescheiden. Tot hier ook kunnen vertellen. Er was net een vraag daar. Wat wil je met onafhankelijk? Oh ja. Dat is eventjes zeg maar globaal verhaal. Mm-hmm. We zijn nu 2,5 jaar bezig, denk ik. We hebben allerlei discussies gehad met het NAF, andere bijeenkomsten georganiseerd. Daar kwam dit aspect ook altijd wel vaak aan de orde. Want iemand zei van ja, ik heb een CEO, dus met allemaal architecten erin. Ik kan ook prima die opdrachtgever adviseren. Wij denken ook dat je dat niet uit moet sluiten. Sterker nog, je zou kunnen redeneren dat ook CAP, hoewel die ook uitvoerder is, ook die onafhankelijke rol kan spelen.
als je dat maar goed afspreekt en regelt. Maar dat neemt niet weg dat die onafhankelijke rol echt wel een onafhankelijke rol moet zijn. Dus je kunt dat wel doen op die manier. Maar dan moet je wel even wat afspraken maken dat iemand niet in problemen komt als hij zijn baas of zijn opdrachtgever tegenspreekt van dezelfde organisatie en zegt van nou, ik vind dat we dat niet moeten doen. Ik zet mijn handtekening hier niet onder of woorden van gelijke strekking. Hè. Dus wat is je doorzettingsmacht als je niet in zo'n onafhankelijke rol zit? Als je daar namelijk wel in zit, dan kun je zeggen, nou, ik verbind je mijn naam niet meer aan, ik geef mijn opdracht terug. Kun je ook doen als je in de CEO zit, maar heeft het niet zoveel effect. En dus als je kijkt naar de autoriteitspositie van een onafhankelijke architect en dat bestuursmodel wat wij hebben bedacht, dan zit daar eigenlijk wel aan vast dat die ook echt onafhankelijk zou moeten zijn. En dat ook onafhankelijk, financieel onafhankelijk van de aannemer? Nou, niet eens financieel onafhankelijk, meer, hoe moet je dat zeggen, in de tijd onafhankelijk. He, dus ik ben voor mijn carrière niet afhankelijk van die opdrachtgever om de volgende stap te zetten. De opdrachtgever is de aannemer? De opdrachtgever. Ja, want kijk, in het model is de vraag, wie huurt mij in, he, als ik niet bij die organisatie zelf zit? Dan zal iemand mij moeten vragen om dat advies te geven. Ja. En mag ik ook nog een vergoeding voor vragen. He, dus het is niet zozeer financieel onafhankelijk, want ja, dat geldt ook voor een accountant die ik betaal om voor mij de jaarrekening op te maken. Die heeft een bepaalde onafhankelijkheid, ja, vanuit zijn professionaliteit. Ja. Die heeft tuchtrecht, die heeft gedragscode, en die zal, hoewel de praktijk soms anders uitwijst, zal die jaarrekening niet goedkeuren, ook al wordt die wel betaald door je opdrachtgever. Dat geldt voor deze rol dus ook. Je hebt natuurlijk de interne accountantdiensten, waar die accountants ook die beroepseed afleggen en zeggen van nou, ik ben dus onafhankelijk. Nou, als dat werkt, dan werkt dat. Dan ben je dus in die zin onafhankelijk. Dat is wat wij bedoelen met die onafhankelijkheid. Dat je dus een eigenstandige positie hebt om hetzij een oordeel te kunnen vellen. En het is ook, dat is een voordeel. Wij hebben de structuur van de bouwarchitect hebben helemaal onderzocht. Het is ook wettelijk geregeld. Ja, maar dat vroeg me inderdaad ook af van, kijk, de bouw is het wettelijk geregeld, maar hier nog niet voor. Nee, maar daar stond ook wet op de architectentitel. Ja, ja, ja. Daar zouden we hem dan mee willen hebben en dan moet je aan die eisen voldoen. Ja, maar ik heb het idee dat de vraag met Martin met name een beetje de kant op ging. Is van, stel dan dat je een architect hebt die bij Capgemini werkt, ja, terwijl de uitvoerder ook Capgemini ook is. Capgemini. In hoeverre ben je dan als architect onafhankelijk? Laten we zeggen volgens de regels. En de gedragscodes die nu gelden voor de verschillende beroepsgroep, kan. Kan dat? Niet. Nee. Oké, nou dat kan ik me voorstellen. Dat je zegt dat dit als je bij opdracht is. Dus je zegt voor dit project zijn jullie wel de architect, maar niet de uitvoerder, of een andere partij. Het is wel door de jaren heen, dat zie je natuurlijk ook in de accountancy. Dat herkennen we natuurlijk ook het voorbeeld van de adviseringsrol en de jarenbeslagrol. En de Chinese holes die we hadden en dat soort zaken. Eigenlijk wordt dat in de huidige situatie wordt dat allemaal weer veel stringenter gescheiden. Omdat men gemerkt heeft dat, en dat is met netwerken natuurlijk zo, het diffuse werd zodanig weer dat het niet goed ging. Prachtig, want ik zou juist zeggen dat bijvoorbeeld bij Ernst Young zit het omgekeerde. Er was heel strikt de knip gemaakt tussen de accountancy-tak en de consultancy-tak. Waarop vervolgens nu Ernst Young, die dus de zuivere accountant werd, nu geleidelijk weer een eigen consultancy-tak Ik lees nu rapporten, en ook vanuit Engeland lees ik weer rapporten, dat we juist daar de vinger weer langs heel scherp veel gaan stellen. Okay. En de hele discussie over onafhankelijkheid. We merken met z'n allen gewoon dat er veel te veel belangen speelt. Alle onderzoeken die in de raam spelen alleen maar belangen. Het is ook, laten we zeggen, qua betaling is zo geregeld. Het is zelfs in het burgerwetboek zodanig geregeld dat de betaling staat los van de advisering. Dus met andere woorden, je hebt gewoon een regime waarin betaald moet worden. En waar het niet zo is, ja, dan moet je als opdrachtgever, ik wil jou niet meer als onafhankelijkheid. Dat kan natuurlijk. Dat kan. En het is ook zo, dat in een aantal gevallen is dat ook zo, dat dus de architect dan echt met de architect in kaart en zegt, hier kan ik niet aan meewerken, want dan krijg je natuurlijk hetzelfde. Ja. Wat je ook met artsen ziet die in farmaceutische industrie en dat soort zaken. Dan worden ze door de beroepsgroep worden het aangekaart. En je ziet nu de laatste jaren weer, omdat er zoveel vermenging van zaken is geweest en zoveel op geldelijke belangen, dat men het gewoon weer het scherpe wil beschermen. En dan is dus onafhankelijkheid iets dat je echt op basis van deskundigheid je mening kan vormen en ook qua positie gewoon kan zeggen. Ja. Ik vind het ideaal heel duidelijk, hè? Ook ik herinner me dat Iria hier ooit mee bezig was. Ja. Tegelijkertijd heb ik ook andere modellen gehoord van, ook in de bouwwereld, dat je dus architecten hebt die een dienst zijn van met name grotere
aannemers. Ja. Ja. Of andersom, ja. Dat ze juist uitsluitend in dienst zijn van opdrachtgevers. Dus ja. In beide gevallen zijn ze gebonden of niet onafhankelijk, ja. Ik weet niet precies hoe we dat noemen. Dus hoe dan ook daar zie ik bepaalde diversiteit in de samenleving. Ja, wat willen jullie daarvan? Je hebt het zuilmodel en je hebt een paar zeg maar, afwijkingen. Want je ja. Kunt ook zeggen, ja, wat is de rol van die architecten in het bestuursmodel, bijvoorbeeld als design authority? Ja. En wat bepaalde partijen ons ook zeggen is van ja. Hij heeft pas echt die rol als hij ook hoofdelijk aansprakelijk is, zeg maar, en afrekenbaar op wat hij voor ontwerp heeft gemaakt. Mm-hmm. Dat is nu namelijk ook niet zo. Vaak is dat dan de uitvoerder, dan is dat dan contractueel vastgelegd. Maar wat je eigenlijk wil, is dat je die twee rollen uit elkaar haalt. Dus ik heb een design authority, dat is die onafhankelijke architect, die maakt het ontwerp, of die ziet toe op het ontwerp, en neemt daar verantwoordelijkheid voor. Als die werkt, dan hangt hij. Zijn naam op dat bord die zei op die architect. En je zit jouw voorbeeld uit de digitale wereld of uit de bouwwereld? Nee, dat zou in de digitale wereld dus ook dat zou je... zo moeten werken. Oké, want ook in de bouwwereld, vraag ik me af, van in hoeverre is als een gebouw ontworpen waarvan bepaalde vloeren inzakken, dubitoren als ik me goed herinner, en van andere. Dan wordt dat uitgezet. Wie hangt er? Ik dacht niet zozeer de architect. Nou, er zijn gevallen waar de architect is. Ja. Soms wel, ja, ook als ik praat op de zon te veel. Nou, daar tekent hij dan van tevoren voor. Hij daar dus dan niet verantwoordelijk. Wel of niet verantwoordelijk. Als we even teruggaan naar het ontwerp. De drie keer. Want de architect heeft dus twee verantwoordelijkheden. Hij is dus ontwerper. En hij is toezichthouder. En die toezichthoudende rol, die wil men nu nog wel eens wegdrukken. Ja. Van we gaan dat oplossen. Dus, ja. Dan zegt de architect, dan bent hij ook zelf verantwoordelijk daarvoor en gaat maar in gang. Ja. Als hij toezicht houdt, dan kijkt hij dus of voor het ontwerp. Dan kan het natuurlijk best zo zijn dat in de uitvoering je tot een discussie gaat komen. Maar dan krijg je weer gewoon een goede discussie met de architect en de bouw om dat te doen. Ja. Ja, ik ben nu ook met de bouw aan het praten over het voorbeeld wat u noemt. Ja. Want je ziet dat hele grote bouwondernemingen ook inderdaad architecten in hun beeldje hebben enzovoort. En daar speelt nu ook de discussie van, wie heeft nu onafhankelijk vastgesteld dat de constructie A of B zou moeten doen? Nou, dat zijn hele interessante discussies. Ja, ik ben nu ook in gesprek met een hoogleraar, die, en dat kwam, ja, daar kom ik toevallig op het pad vanuit de bouw, die heeft nu de wereld helemaal omgedraaid. Want die heeft gezegd, oh, luister, waarom hebben wij nog aannemers? Want hij zegt, ik zit nu... Laten we zeggen, met de bouw, met 3D en dat soort zaken. Zeg ik, als ik mijn computer te ontwerpen, op het moment dat ik iets aan het doen ben, want die heb ik allemaal algoritmes, dan kan die al gelijk zien van leverancier A of B, hè, van de raamstellen, van de palen, van de constructies en van enzovoort. Die ploppen haast op dat hij dat allemaal kan doen. Dus met andere woorden, hij zegt, een beetje gechargeerd, maar die probeert ook die discussie op te starten van, het is zo belangrijk dat je onafhankelijk kan kiezen en niet dat het allemaal bij die aannemer zit in die grote onderneming. Dan zeggen vanuit onze ervaring weten wij wat we moeten doen. Want daar zitten wat zwakke elementen, als ik het zo mag zeggen. Ja. Ik heb me helemaal niet meer nodig, al die tussenpersonen die er allemaal tussen zitten. Want ik kan rechtstreeks zien, dat zijn de materialen. En ik heb de constructie, want ik ben bouwkundig, en ik heb dit, en ik heb dat. En ik heb een onafhankelijk constructeur die het allemaal kan bepalen. Dus met andere woorden, ik kan digitaal zo ver gaan, dat ik rechtstreeks bij spreek met de leverancier. Om ook in de bouw die discussie is los te maken. Van waar zijn wij nu mee bezig? Sure, zeker ook als huis gaan printen en zo. Ik zei ook net tegen jou, de metafoor van de bouw gaat ook niet helemaal op. Dit gebouw is ook neergezet, maar het is gezet door jullie als gebruikers waren niet van tevoren betrokken door dat ding. Dus hoe, op basis van welke norm is dat gebouw dan niet? Dan zie je dat de bouw kent natuurlijk een hele lange historie en heeft al die normen. Wij hebben die normen niet allemaal van de bankrichting. Dus, ook dat is iets wat ontwikkeld moet worden. Wat we wel hebben geconstateerd met elkaar is wat Jan net zei. Kijk, de no-regret benadering is de professionalisering. Want daar heb je aan deze kant het aan, want daar zullen ook architecten bezig zijn. Ja. En daar heb je aan deze kant het aan in die rol. Dus als je zegt, ja, deze is er nu niet. Professionalisering helpt beide kanten om hun rol beter uit te voeren. Want dan zeggen wij van, dit bestuurmodel is niet heilig. Ja. Hè? Als deze verduurzaambaar kan ondersteunen. Door een onafhankelijke professional, zeg maar, dan heb je een balance of forces ten aanzien van deze professional die het uitvoert. Maar het leuke ervan is, analoog gaat altijd fout, hè? Metafoor natuurlijk altijd gaat fout. Waarom heb ik net de gezondheidszorg genoemd? Daar zijn we natuurlijk ook mee in gesprek met de gezondheidszorg. Bij de gezondheidszorg werkt ook dit model enigszins, maar daaraan zie je dat een chirurg in een ziekenhuis, die zegt van, luister, de ingewikkeldheid van al die moleculen,
en al die dingetjes en hoe dat allemaal werkt, op het een en op het ander. Want ik kan hier wel iets doen, maar het heeft effect in het lichaam, dus met andere woorden. Nou, ICT zou een beetje kunnen vergelijken. Nu met al die bitjes en bijtjes, hoe dat allemaal om elkaar inwerkt enzovoort, is ook een veel ingewikkelder patroon dan dat je zo even kan zeggen van nou, ik zet hier even een pandje in de bouw. En je ziet dat in de gezondheidszorg, daarom ook in academische ziekenhuizen, een bepaalde chirurg is verantwoordelijk. Maar die heeft een heleboel specialisten om zich heen van ga ik naar dit doen, of ga ik naar dat doen, of ga ik naar zus of ga ik zo. Wat voor effecten heeft dat op het geheel? Nou, dus je zou kunnen zeggen, bij elke metafoor moet je toch een beetje gaan zoeken. Nou, de ingewikkeldheid van het menselijk lichaam is aardig te vergelijken tegenwoordig met zeg maar de hele ontwikkeling van de digitalisering. En je ziet hoe dat zich gaat ontwikkelen. En niet het starren van een gebouw, wat dan stenen en dat soort zaken is. Maar dan zie je ook, en dat is denk ik het grote voordeel ook in de gezondheidszorg, als men een bepaald idee heeft hoe je dat zou kunnen oplossen, publiceer je dat. En dan kijken anderen daarnaar. En die reageren. En er wordt zelfs een wereldwijd wordt erop gereageerd. En anderen die kijken mee op dat soort zaken. Nou, als je dan gaat kijken naar de digitalisering, dan zeggen we, nou, dat zou ideaal als dat bij onafhankelijkheid ook zo zou zijn. En dat anderen zouden meekijken in het geheel. Ik bedoel, we zijn natuurlijk open source begonnen en open van erop. Om eens even te kijken, wat gebeurt in andere machines? Maar zo kan je natuurlijk organisatorisch, bestuurlijk, qua vraagstelling, qua probleemstelling, kan je natuurlijk veel meer mee gaan kijken met elkaar. Want hoe zit dat dan eigenlijk? Maar dat is, ik bedoel, als ik, ik ben een jaar 15 vrij actief aan het publiceren, komt allerlei conferenties, komen allerlei casus langs. Over het ontwerp van patents, over wat hij in België werkt, wat niet werkt, case studies, theorievorming. Kan het beter? Absoluut. Maar wat is de extra impuls? Om even te zoeken van wat. Nu lijkt het alsof het iets is van. Dit gebeurt niet. En als we denken vanuit onafhankelijk architect, dan komt het ook wel. Maar ik merk dat dat nog niet helemaal vol kan. Nou, ik zag het gekeken, het is natuurlijk niks gebeurd natuurlijk. Alleen, we hebben ook gekeken naar, het zou zoiets al zijn in andere landen. Het is lastig te vinden. Je ziet, de ontwikkeling van Toga bijvoorbeeld, is iets wat ook weer met bepaalde belangen van de industrie neergezet is. Ik zeg niet dat Toga verkeerd is, maar Toga gezet, ik gebruik het nog steeds wel eens om te kijken, nou, laten we dit proces eens toepassen. Alleen, wat we wel merken in de discussie met de leraar op de universiteit, wat zij toch merken, dat er op dit gebied, laten we zeggen, je ziet dat faculteiten zijn eilandjes, zou je kunnen zeggen. Ja. Dit is een multidisciplinair vraagstuk. Dat is heel lastig om daar vanuit een bepaalde optiek vanuit de universiteit onderzoek naar te doen. En ze missen gewoon het vehikel om dat te organiseren. Dus je hebt geen faculteit die dit gehele speelveld overziet, terwijl dit wel iets is wat je zou moeten meenemen als je onderzoek gaat doen naar mislukkingen bij grote ICT-projecten. Okay. Dus, ik heb dat ook voorbeeld, maar ik weet niet of dat ook de universiteit die denkt, maar op school Utrecht, daar is een samenwerkingsverband tussen de FNT, de faculteit van techniek, met de IT-club. Bij Radboud is er een samenwerkingsverband met de masteropleiding bedrijfskunde versus de club die met informatiekunde bezig is. Bij de Universiteit Antwerpen, waar ik dan zelf tegenwoordig aan verbonden ben. Ja. Daar zit bij wat daar de opleiding handelsingenieur heet, wat onze term bedrijfskundige is. Ja. Maar daar zitten absoluut ook een hele stevige IT-componenten in muziek. Nee, dat klopt. Ik moet eerlijk bekennen dat ik in Amerikaanse literatuur bijvoorbeeld zie ik dat weer veel minder. Dus daar kan ik bijvoorbeeld jouw totaalbeeld kan ik meer plaatsen en zo. Ook afzeker tot versie 8, ook dat die hele interessant u helemaal gaat. Dus op zich, ja. Maar die verbinding inderdaad, ja. Tussen bedrijfsmatige studies en meer IT-techniek studies, die is lastig te maken voor de universiteit. Ik dacht, het is wel een positieve uitzondering. Hogeschool, want die kennen we ook. Ja. Maar goed, dat zou hier dus een impuls gaan kunnen geven, waardoor je toch meer. Ook een database krijgt van wetenschappelijk gestuurde ervaringsgegevens waar je uit kunt putten, waardoor die professionaliteit ook weer omhoog gaat. Maar ik nodig jullie ook graag eigenlijk in het universiteit. Doe ik dan ook op de link met ino.com of niet? Nee, dat is eigenlijk de commerciële partij die nu aangehaakt is bij begint te haken bij de Universiteit Antwerpen. Dan even de naam aan die professor. Jan Verelst, Herwig Mannaert, dat zijn de twee. Herwig Mannaert is de decaan van. De faculteit Economische Wetenschappen. Nou, maar we gaan wel binnenkort even in België kijken.
Neem ons even contact op. Ja, zeker. Misschien ook een helpen aan de namen te positioneren. Ja. Maar dat de samenwerking lastig is op veel punten, dat kan ik helemaal zeggen. Dat ja. Je ziet toch een soort verzuiling in die facultaire indeling. Zeg. Zeker. Dat is wat lastiger dan in die vrijgestuiging. Ja. Er zijn nog andere vragen over het idee. We hebben dus steeds over de oorlog van de architect. Nou, je hebt in de bouwwereld iemand die architect die weet goed hoe je bruggen moet bouwen, hoe je skyscrapers moet bouwen, hoe je huizen moet bouwen waar mensen in wonen, hoe je scholen moet bouwen. Ja. Dat is de specialisme en de gezondheidsopleiding. Bij de rechtshof heb je ook meer mensen die het dan aan de specialisme zetten. Zo heb je dat ook bij de IT. Maar je hebt hier te maken met iemand die met de klant spreekt. Dus als je nog in de bankwereld is, hè, dan heb je, als je als architect niet zo in kan, dan moet je de bankwereld goed begrijpen. En dat is heel anders dan iemand die een vervoersbedrijf heeft. Maar dat is één visie die je moet hebben als architect, of kennis of skills die je moet hebben als architect. Maar aan de andere kant, de richting uitvoeren dan, van combineren met de brug. Welke techniek ken je? Hoe zien jullie daar die de mensen in deze... die is hier niet terug. Dus het is niet zo dat iedereen die deze kwalificatie heeft in alle omstandigheden voor iedere situatie dit kan doen. Dus dat zien wij niet. Daar komt eigenlijk dat track record om de hoek kijken. Hè, van wat is jouw ervaring? Dat zou dan eigenlijk moeten aangeven. Nou ja, jij bent eigenlijk vooral in deze sector bezig geweest. Dus dan zou je daar goed in kunnen zijn. Of je hebt vooral met dit soort technieken gewerkt voor die sector. Dus, daar speelt eigenlijk dezelfde discussie inderdaad als bij de advocatuur, waar natuurlijk bepaalde strafrechtadvocaten of accountants ook vooral gespecialiseerd zijn. Dat sluit dit model zeker niet uit. Aan de andere kant zie je dat het ook wel eens goed is om juist eventjes iemand in te huren die je sector helemaal niet kent. Om die waarom-vragen eens even goed te stellen en niet al de assumptions mee te nemen die je hebt. Dus het hangt ook een beetje van het type opdracht af. En zeker, eigenlijk, zeker als je in mijn optiek, ik ben ook 10 jaar in allerlei verschillende sectoren. Eigenlijk als je vanaf het begin goed betrokken bent en je kunt goed de waarom-vraag stellen, dan is heel veel kennis van die sector juist niet nodig. Dan gaat het zelfs in de weg zitten soms. Dan moet je juist even als leek daar binnenkomen en je verwonderen over hoe de dingen gaan. Zodat je deze figuur ook kunt bevragen. Dus ja, wat dat betreft, soms helpt het juist niet. Maar ja, dat is ook een beetje aan de opdrachtgever. Terwijl in de bouw, als op advocatenkantoor, zie je dat de verschillende disciplines, nou, we zeggen wel dan bijvoorbeeld om één kantoor zitten, waardoor ze ook die kruisbestuiving hebben. Als ik naar mezelf kijk, ik ben dus bezig in de rechten, ik ben nog steeds ontzettend blij dat ik dus alle rechtsgebieden bestudeer. Want ik kan zo inhaken op een bepaald rechtsgebied, omdat je dat bestudeert. Dus als je ook, en dat zie je in de bouwarchitect ook, die zeggen ook van, we hebben dus een zodanige opleiding gehad, dat wij, laten we zeggen, het hele veld heel goed kunnen overzien. En dan krijg je natuurlijk een bepaald specialist. Ik maak me er ook niet zoveel zorgen om, omdat ik zie dat ook bij de start-up en als ik op de universiteit rondloop, Erasmus ook rond Leiden, ook rond Eindhoven, TU Twente en dat soort zaken, valt mij op dat het was eerst zo van, nou ja, je bent leraar, je master. Dat doen de studenten niet meer. Ik doe het wel bij Rotterdam, want ik doe de tweede termijn voor master. Ja, ik master er niks meer aan, dat doe ik gelijk. En dat doe ik nog een moduliseren, en doe ik nog een moduliseren daar. En dat doen ze dat ook niet op één universiteit. Daar komen de samenwerkingsverbanden vandaan. Doe ik het even op een andere universiteit, of doe ik het even in het buitenland. En dat is daar kort wat in het buitenland. En dan zitten ze daar even de moduliseren van. Dus met andere woorden, in die zin wordt die wereld ook anders. En ook omdat ze natuurlijk digitaal zichzelf ondersteunen. Want dan kijken ze hier even, dan kijken ze daar even, en dan doen ze zo even. Dus het wordt ook in die zin anders. Maar dan hou je toch wel dat je zegt van ja, maar heb jij er nou precies ervaring van, hoe zit dat? Daarbij komt dat de onafhankelijke architect, die moet zich wel in ons model kunnen bedienen van specialisten. Ik bedoel, als je het over die constructeur hebt, dan moet je natuurlijk wel een constructeur hebben
bouwarchitect die weet, of die digi-architect die weet wel van hoe aan de dingen. Maar die bouwarchitect van die brug, die moet wel weten, want ik moet dan die constructeur hebben om het even precies te laten berekenen of dat draagvlak enzovoort enzovoort wel goed werkt. Want dit is heel wat anders dan een parkeergarage of iets anders, bij wijze van spreken. Maar daar heeft hij dan ook weer zijn netwerk van kantoor om dat te doen. Dus het zal natuurlijk altijd samenwerken. Ja. Maar we zijn ook natuurlijk wel aan het kijken van hoe pakt dit uit. Ja, precies. Dat is het beleid. Dat is natuurlijk heel veel dynamiek. We hebben ook constructeurs die niet zijn van aannemers. Ja. Dus ik bedoel, ja. En dat de architect juist expliciet zegt, daar ben ik niet van. Dus dat allemaal, ja. Er zijn heel veel fluïde mogelijkheden. Ja. Dus ik denk dat dat hier ook klappen moet worden. Maar wij hebben de ambitie, en dat is wat aan het universitaire wereld wordt ook gezegd. Je ziet dat de grote maatschappelijke onderwerpen, die dus met de maatschappij, gezondheidszorg en rechtszorg, die zitten allemaal op topfaculteiten, om het maar zo even te zeggen. Ja. Informatische afleiding is dit als onderdeel van de wiskundefaculteiten, voor andere faculteiten. Ja, ik ben ze allemaal langsgelopen. En heb je bijvoorbeeld bij de management, heb je dan de BIM gekregen, ja. Business Information. Maar wij zeggen eigenlijk, en daar begint in Nederland nu het gevoel van te krijgen, wij zouden een topfaculteit moeten hebben. Digitalisering is zo'n onderdeel van de samenleving, als zo'n ingrepen maken van de samenleving. Dat is niet meer een technisch onderwerp voor de informatica en wiskundefaculteit. Toen ik begon aan deze studie, ben ik bij de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Ja, ja, heel interessant onderwerp. Ja, maar wij hebben alleen maar een commissie die gaat over wiskundefaculteiten. Maar jullie snappen wel, ja, nou, dat hebben wij eigenlijk niet. Dus ook over vakken en dat soort dingen. De zuiling is nog redelijk archaïsch. Ja, dus ze komen nu zelf tot de conclusie. Complexiteit van onze maatschappij, zeker. Kijk, dus Rotterdam, die zegt met zijn BIM, we zijn met Business Information Management, wij zitten dan aan de bedrijfskundekant, we zitten veel aan die kant, maar wij missen weer een aantal zaken. Delft, die zit ook weer bij anderen, waar Jans heeft gesproken, en T20, die zit ook en business, hè, want die doen en bedrijfskunde en bestuurskunde en ook, het heet ook niet meer de Technische Universiteit, hè, vroeger zei je altijd Technische, maar die doet de Universiteit Twente als zodanig. Ja. Nou, je ziet dus dat er overal wel wat ontwikkelingen zijn. Maar het is ook nog heel hypeachtig. Je hebt universiteiten die zijn met big data bezig, want die zijn met andere dingen bezig. En dat is dan specialiseerd. Als ik in Tilburg kom bij Corine Prins, dat is de BK, dan zit zij vooral op privacy. En dat soort zaken, want dat is ook haar discipline. Ja. Nou, andere dingen doen ze er niet. Dus wij denken misschien ook wel aan, misschien zal het toch volgende tijd wel een modulaire faculteit zijn, waar je je moduleren laten daar. Dat hoogleraren van verschillende faculteiten er naartoe komen. Maar dat je wel dus dan een postmaster haalt, waarvan je zegt van, top. Ja. En het leuke inderdaad, wij horen België hier. Die heeft een goede naam. Ja. Als wij het veld spreken, zeggen ja, we hebben eigenlijk zoiets nog niet echt in Nederland, maar in Antwerpen hebben ze wel. Ja. Ja. Maar ik weet niet of je dat rapport nog van de dokters van Leeuwen kent. De Belgen doen het beter. Ja, dat doen het beter. Nee, dat kan niet. Dan gaan we nu een beetje niet beter. Nee. Maar dat was toen rond de kruispunt en dat soort zaken. Maar, ja, die heeft toen een boekje uitgegeven, want die wilde toen een zwengel geven bij de formateur om de zaken gang te brengen. En toen kon diegene allemaal, toen dacht hij van, de Belgen doen het beter. Nou, en toen had iedereen boos. Ja? Er kwam zelfs een kom op de kranten staan van, hé, kan dat? Ja, dat is super. In die tijd, mondelijk bijvoorbeeld, dat is ook beter. Estse kwalificaties. Een top, dus is een grote schaal. En wij worden natuurlijk ook geholpen. Ik bedoel, die discussie die jullie net voerden. Over een aantal, over de cloud en over de twin world en dat soort zaken. Ja. Dat helpt ons gewoon. We hebben overigens ook een website, dus je ziet het logo daarvan. Van, ja, ik zag het al. En daar kun je ook documenten vinden. Profiel staat daar. Wat we 2 jaar gedaan hebben, staat daar. Dus die kun je sowieso aanplegen. Ja. Waarbij denken jullie dat als eerste, zeg maar, dit toegepast gaat worden, want als je bij de overheid kijkt, dat er eigenlijk de BIT ter discussie staat, waarbij je eigenlijk de BIT misschien als een soort van doorloper zou kunnen zien van dat niet. Dan geeft het aan dat het toch niet helemaal de goede richting op gaat. En ik ken deze discussie, ken ik ook niet van nu al, maar dat speelt al jaren. En dat is eigenlijk vanochtend nog steeds van de grond gekomen. Dus hoe ga je dit handen en voeten geven, dat het uiteindelijk wel een keer gaat worden? De vraag is vooral, denk ik, van de opdrachtgever is in deze drie degene die de zak met geld heeft. Juist. Hoe ga je die opdrachtgever ervan overtuigen dat het zinvol is om een onafhankelijk architect te betalen? Ja. Maar goed, hij moet toch een ontwerp laten maken, dus dat zit er sowieso op. We kennen allemaal de voorbeelden waarin de uitvoerder zegt van, oh, dat kan ik wel. Ja. Ja. En wat overtuigt de opdrachtgever er dan van? Dat hij toch een onafhankelijk architect moet zijn. Nou ja, het antwoord is daar ook denk ik heel simpel. Ik ben zelf een opdrachtgever. En ik hou van visionaire dingen, dat soort zaken. Maar als ik vandaag een opdracht gedaan moet het gewoon goed gedaan worden. Dus wanneer
wanneer ga ik dan onafhankelijk als die er is en als ik weet en gehoord heb dat het goed is. Ik bedoel, ik heb externe partijen binnengehaald omdat ik met drie of vier referenties gesproken heb. Die zijn er zo goed mee gewerkt. En hoe ze dat voor mij gebouwd hebben gedaan en dat soort zaken. Zo gaat dat toch werken. Dus dat heb je morgen niet gedaan. Maar wordt er al in de markt over nagedacht om de opdracht te splitsen? Ja. Dus om eerst een architectuuropdracht neer te zetten, een ontwerpopdracht. Ja. En dan pas. En dan houdt zich dat weer met agility. Ja, dat is dus. Maar niet alles. Dat is een interessante. En voor bedrijven als KAP is dat natuurlijk de vraag. Is dus van KAP heeft aan de ene kant de rol van uitvoerder en aan de andere kant kan KAP de rol hebben van onafhankelijk architect. Maar bij KAP gaat natuurlijk ook de vraag stellen, waar verdienen wij het mee samen? Zeker als je in zo'n situatie terechtkomt, dat opdrachtgevers gaan zeggen van als een bedrijf de onafhankelijke architect levert, dan gaan ze niet de uitvoering doen. Ja. En andersom. En dan zullen er bedrijven zijn die zeggen van laat de architect maar zitten. Ja. Want aan de uitvoering verdienen we veel meer. Ja. Nou, wij hebben daar wij denken aan het feit dat als je met een postmaster gaat beginnen, dat willen we dan snel doen, er zijn nu al wat mensen die zeggen, ik wil daar best aan meedoen, want het is hartstikke goed. En dat je dan wat pilots gaat doen, die gaat het iets uitproberen en kijken hoe werkt het wel. En je gaat via een soort groeimodel, organisch ga je dat ontwikkelen. Want dit is geen Big Bang wat je van een of andere dag. Nee, we hebben ons die vraag wel gesteld, van waar beginnen we nou? We hebben ook heel veel opdrachtgevers wel gesproken, die allemaal wel gecharmeerd zijn van het idee. Maar die zeggen dan van, waar vind ik zo'n architect? Ja, dan moet je dus in feite eerst een soort van kwalificatie hebben. En bovendien was de teneur met de beroepsgroep toch wel van, weet je, wat ik net zei, die no-regret-benadering. Iedereen heeft er wat aan als hij ergens zo'n goede opleiding kan doen. Dus als je opleiding als eerste neerzet, die erkend is en die een bepaalde statuur heeft, dan zou dat best een eerste stap kunnen zijn. Als je dan een paar opdrachtgevers vindt die een pilot willen doen op die manier, met dit bestuursmodel, daar ook meteen wetenschappelijk onderzoek tegen aanplakken, van ga dan ook maar bemonsteren, zou ik maar zeggen, ik ga maar kijken hoe het werkt, dan heb je een beginnetje. Maar zo zullen we het in onze ogen moeten aanpakken. En hoe leeft het internationaal? Want ik hoor wel dat in België wat Antwerpen dan ontwikkelingen zijn, maar ik hoor ook uit Amerika, daar leeft het niet echt. Ik kan een achterstand hebben, want ik ben nu niet meer actueel. Ik ben dus wel voor dit internationaal in de laatste jaren in mijn pensionering niet. Maar laatst heb ik nog een paar medewerkers naar de Rijnstaat gestuurd om een bepaald onderzoek te doen. En denk ik van, ik val er eigenlijk weer tegen, want ik herkende nog altijd al van gisteren hoe die in elkaar staat. Wat ik dus daarvan weet, want daar weet ik eerst alle stemmen en NIST en dat soort allemaal standaarden en soort zaken. De Aziatische wereld is natuurlijk wel behoorlijk in beweging. Hè. Daar komen natuurlijk alle nieuwe ontwikkelingen niet vanuit wat de Verenigde Staten al doet, maar om veel vrijer om te gaan. Hè. Daar hebben we natuurlijk toen ook open source vandaan gehad. Die hebben wij gezegd, moet je doen. Dat was ook nog zo'n boeiend verhaal. Ik had het met de kader die geschreven over open source. De volgende dag had ik al mijn directeur Benelux van Microsoft op bezoek. En die dacht, het is zo'n beleidsambtenaar die niet weet hoe dat businessmodel werd, maar dat hadden mij de Aziatische wereld heel goed uitgelegd hoe dat werkt. Met andere woorden, maar wereldwijd kennen we dit. We hebben het in ieder geval niet kunnen ontdekken. Dus als iemand zegt van wel, dan. Nee, ik kan zeggen, ik weet er ook niet van. Dus we zouden als Nederland kennismanagement. Ja, zeker. Nee, ik vind het een heel charmant idee wat daar van. We hebben ook heel veel medestanders, maar nu moet het erg bureaucratisch gaan draaien. Dat is lastig. Ja. Maar inderdaad, wat je zegt, als je de universiteit of de scholen weet te charmeren om zo'n opleiding te doen. Ja. Een postdoc of wat dan ook. Ja, en daar lijkt het nu. Daar zijn we wel enthousiast voor. Ik denk dat het wel de eerste stap is die mogelijk is. Nou, we gaan naar buiten treden, publiciteit geven, dat soort zaken. En we proberen dat proces van zo op te stoken. Daar willen we ook even naar België. Omdat, kijk, dat zou de kip-ei-probleem moeten oplossen. Als wij zeggen van, je kunt daar die opleiding al volgen. Die in onze ogen best heel goed aan het kringelen voldoet. Stuur daar je mensen maar heen en dan zijn ze al voor een heel groot deel geëquipeerd om die rol in te vullen. En dan zonder denk ik dat ook voor ons interessant is om te horen van, dit is wat we nu al doen. Ja. Welke dingen zouden daar nou ontbreken of wat zouden we, hoe zouden we dat sterker kunnen maken? Wat ook
Kijk, certificeren is natuurlijk een complex onderwerp. Hè. Je collega's gaan niet meer bezig. Ja. Bedrijven regelen het zelf of laten hun mensen ergens certificeren. Ja. Daar zitten ook allerlei belangen en geldstromen aan vast. Wij willen het zodanig opzetten dat het niet uitmaakt waar je die certificering haalt, als je maar geaccrediteerd hebt bij wijze van spreken. Ja. Dus wij stellen het curriculum op, wij denken van nou, dit moet je ongeveer beheersen qua kennis. Maar waar je die kennis op moet, als dat ergens een stempel heeft van goedkeuring, prima. Ja. En dan kun jij je registreren met de juiste modules en diploma's en dan ben jij gecertificeerd onafhankelijk architect. Dus daar gaan wij niet in roeren. Gewoon een MTO-accreditatie. Ja, precies. Ja. Nou ja. Ja. Daar kan iedereen aan voldoen die dat wil. Dat is een vraag. Dus het maakt ons niet uit bij welke universiteit of zo dat georganiseerd wordt of waar dan ook. Ja. Dat laten we vrij. Ja. Okay. Nou. Zo? Ik heb wel zin als enige kapper bij een organisatie, dan kan ik mezelf wel onafhankelijk architect noemen, omdat ga ik assessment doen van de infrastructuur van mijn bedrijf. En dan denk ik op architectniveau van de building opties te hebben en een solution building opties te geven. Dus van die kant gezeten en ook als uitvoerder, want dan moet je een datacenter migratie doen. Ik als uitvoerder, als kapper, ben gericht aan een contract met de opdrachtgever om iets te doen. Het eerste wat ik ga vragen, omdat ik zelf architect ben, ga ik vragen van ja, waarom doet die klant het? Nou, zo werkt bijna iedereen, denk ik, binnen KAP. De succesvolle mensen binnen KAP, want laat ik zo zeggen, die denken en werken zo. Dus ze krijgen op een gegeven moment op de schikking gegooid door ze en zeggen van ga dit maar uitvoeren. En dan binnen die architect van of technisch lied of wat van en dan als het architect nu er niet is, dan ga je die zelf maken of je gaat de solution architect er nu vooruit laten werken. Dus binnenkant hebben wij het besef en bij sommige klanten is het een zeker maar bij sommige klanten is het er niet, maar dan als kap. Zeggen wij tegen de klant van ja, dat is leuk dat jij het wil, maar ik kan het niet beter sowieso dan ik denk. Maar wat is nou het voordeel van een onafhankelijke architect, ons als KAP? Nou ja, dat je denk ik die belangen probeert te scheiden. Kijk, jij doet dat nu ethisch en netjes en je zegt tegen de klant, hoor, dit moet eigenlijk helemaal niet willen. Ja, ik ben ook van die firma, maar ik vind vanuit mijn professie, zeg ik eigenlijk, moet je dit niet doen. Dan ben jij inderdaad een hele nette professional. Ja. In mijn optiek ook. Alleen de opdrachtgever die maakt ook professional, omdat die niet zo ethisch zijn en die willen gewoon omzet draaien. Dus in dit model heeft hij de zekerheid dat dat bij deze rol in ieder geval niet voorkomt. Maar die rol kun je ook spelen. Ja. Als je dat maar netjes gescheiden hebt. Ja. Ja. Dan is eigenlijk het verschil, denk ik. Dus ik wil niet zeggen dat het nu allemaal fout gaat, hè, omdat we dit niet doen. Er zijn ook heel goede uitvoerders die juist ook zeggen van. Sorry, maar dit ga ik niet uitvoeren. Hoeveel miljoen heb je nou betaald? Want ik kan hier geen succes van maken. En mijn naam staat wel op dat bord voor de deur, hè, bij wijze van spreken. Dus daar verbind ik mijn naam niet aan. Maar ja, we zien ook dat het toch wel vaak anders wordt. Maar stel dat nou ook drie jaar kan ik inderdaad uitvoeren. Ja. Ik wil eerst dat er is, als je onafhankelijk architect. Ja. Geregistreerd architect. Ja. Dat moet toch, als dat value hebben voor de bedrijf, dan moet dat erkend worden. Ja, ja, en met name ook hier natuurlijk. Dus daar moeten ze om gaan vragen. Er is een tijd geweest dat bij de inkoopafdelingen van het Rijk Togaf werd gevraagd. Het is ook weer een beetje afgezwakt inmiddels, geloof ik. Maar ja, zo moet je het wel zien. Ja, dat wordt steeds nog gevraagd. Dat is een beetje kiepij. Soms vragen inkopen wel certificeringen en soms niet. Dat geldt ook voor projectleiders, die moeten dan een MSP-practitioner zijn of wat dan ook. Dus daar, in die hoek zit het wel. Ja. Alleen ja, dat kip-ei-probleem kun je pas oplossen als je een aantal hebt met dat stempel. En dan moet dat geen zeggen van nou, ik wil daar eigenlijk wel alleen van die gebruik maken. Ik heb nog een vraag.
Wat opvalt is, boven deze slide staat, het is een ander besturingsmodel. Daar ben ik het wel mee eens. Of dat is wat anders is, maar in ieder geval heb ik het nu expliciet gemaakt. Dus ja, heel vaak gebeurt dat al zo, denk ik. Maar het is veel omdat ik het niet gemaakt. Dat ga ik heel duidelijk. Maar wat ik nu al vervolgens zie, is dat er een, dat wat als een grondslag wordt gebruikt, als ik het goed begrijp, voor het definiëren van een competentieprofiel en een postmasteropleiding. Nou, ik denk dat heel veel van die dingen in die postmasteropleiding, ik zou de leerdoelstelling doen, maar dat die dan een, voor een deel onafhankelijk van dit bestuursmodel. Ja, dat klopt. Dus wat is exact de relatie tussen dit bestuur, het als ook een postmaster? Kijk bijvoorbeeld dat je zegt, het vakgebied dient holistisch te zijn. Ja. Daar ben ik het 100% mee eens. Ja. En maar dan zou je uitstekend de postmasteropleiding ook kunnen definiëren of kunnen herkennen dat bepaalde partijen dat voor een deel al invullen. Maar dat zie ik. Dus ik zie niet helemaal de harde koppeling tussen dit stuk, de onafhankelijke aspect, en de postmasteropleiding. Nou, heel, heel goed en heel fijn dat je het ook zegt. Omdat, stel dat wij dat zelf ook gewild hadden, dan krijg je nooit een opleiding goed gevuld, want zoveel architecten op het niveau van Rem Koolhaas en dat soort zaken, om een voorbeeld te noemen, in de bouw lopen er niet rond. Dus met andere woorden, wij denken dat die opleiding, dat die voor veel meer mensen interessant is. Wij zijn nu in gesprek met een aantal organisaties die zeggen van, hij zal niet onafhankelijk architect zijn, maar als die dus uit die sfeer komt qua opleiding en kan werken, dan zou ik mijn CRO, zou dat eigenlijk best willen zien. Absoluut. Naar de opdrachtgever en ook naar want dat lijkt me fantastisch. Dus met andere woorden, wat gaan wij nu doen? Wij gaan vanuit het competentieprofiel gaan we onderwijsdoelen formuleren. Ja. De onderwijsdoelen zullen inderdaad breed zijn, maar die zullen in ieder geval, want dat moet, hè, want ik had het over de wet op de architect, en die stelt eisen aan de opleiding. Maar die eisen die zijn niet zo duidelijk dat ze alleen maar exclusief zijn voor. Dus met andere woorden, wij hopen dat die postmasteropleiding een hele brede opleiding wordt, waar wij spreken, ook al worden jullie geen onafhankelijk architect zijn, waarvan Kap zegt van, nou hartstikke goed om die mensen toe te sturen en zo. Maar dan krijg je hetzelfde discussie als met de accountancy. Je hebt interne accountantsdiensten. Die hebben dus wel de opleiding gehad als accountant, die hebben alle deskundigheid en zo. Maar het zijn niet de onafhankelijke architecten, accountants, die de jaarrekening mogen zien en dat soort dingen. Dus ze deden het vakgebied, maar niet de besturing. Nee. Dus daarom zeggen je redenering is juist, maar het is dus een bekende redenering van, hè, laten we zeggen, bepaalde dieren zijn niet alle vorst die op de wind, die cirkelredenering. Koeien zijn wel een rund, maar niet alle runden zijn koeien. Dus met andere woorden, wij hopen dat die opleiding breder gaat worden, maar hij moet wel alle elementen in zich hebben, dat hij daarna, als je dus onafhankelijk architect wil worden, dan kom je in de wet te staan, in het register, en dan ben je dus precies. En dat leek ons, en daar is ook veel interesse voor, want er zijn talloze mensen, kijk, ik ben ook, laten we zeggen, een 20 jaar geen rechter geweest, of officier justitie of advocaat geweest. In het begin natuurlijk wel, maar dus met andere woorden, je gaat dan ook een andere kant uit, maar ik ben nog steeds dankbaar dat ik het gedaan heb. En ik ben nog steeds blij dat er een scheiding van machten is. Ik bedoel, ik heb het blij gestudeerd, ik had levensmaars mee. De ene ging de advocatuur en de andere ging zeg maar, het Openbaar Ministerie in. Natuurlijk, ik ben op zich een heel sociaal man en ik kan heel goed naar de verdachte kijken. Ik kan heel goed voor de belangen van de verdachte opkomen. Maar als je het op één ziet, dan kan je het wel willen. Toch staat een advocaat die zorgt dat dat ook in evenwicht wordt. Toch staat er een rechter onafhankelijk die zegt, ik doe daar een uitspraak over. Dus ik ben ook een beetje opgevoed met de scheiding. Ja, wacht. Ongetwijfeld enigszins teruggesteld na 2005, toen is het strafbestemming bij de OM. Met een verdediging door de in de Eerste Kamer. Waarbij die zei dat de OVJ actief op zoek moet gaan naar tegenbewijzen en zo. Ja, kijk. De samenleving is momenteel voor je de weg. Ja, daar kan ik het eens. Maar we komen ook soms weer een aantal punten terug. Hoor. Ja, dat klopt. Maar concreet, bijvoorbeeld, als je kijkt naar de fysieke architectenopleiding bijvoorbeeld, die levert architecten op, die dus gewoon geschoold zijn in alles wat bij de bouwkunde hoort. En kan je een beroepsgroep kiezen of in iets te zijn van een opdrachtgever, een opdrachtnemer, of een daadwerkelijk onafhankelijke bouwarchitect te zijn. Dus ik snap dat je zegt, dit is een aanleiding om zo'n pasmaster te overwegen. Maar ook zonder die aanleiding was daar een hele goede reden voor. Absoluut. Dus nog even een concrete vraag. Kijk, wat zit er in dat postdoc programma eigenlijk? Ja, architectuurbeleid is één, maar een postdoc dat vraagt toch bepaalde expertise. Zijn dat ook concrete
opdrachten in een live omgeving waar je zeg maar gewoon moet aantonen dat je de niveau beheerst wat je geacht wordt te hebben? Nou, dat zit denk ik meer in het ervaringsprofiel wat je dan moet hebben, wat je opbouwt. Dus dit is wel een, wetenschappelijk theoretische opleiding met een aantal vakgebieden. Ja. Dat zijn dan dus even uit mijn hoofd die vakgebieden die ik net noemde. Dat is een stuk veranderkunde in, een stuk bestuurskunde. Natuurlijk een stuk informatietechnologie. Maar ga je dan niet zelf meer halen die mensen al weten? Nou ja, dat hangt er vanaf. Het kan best zijn dat iemand uit een hele andere masteropleiding die in het vakgebied rolt en inmiddels 4-5 jaar bezig is als architect. Ja. En zegt, ik kom hier uit zo'n rol wel, maar ik heb nooit echt een IT-opleiding gehad. Dan is het IT-vak voor hem nieuw. En heeft hij misschien zelfs de bestuurskundekant wel gehad. Dus ik kan me sowieso de kans is er. Dat er een belangrijk governance aspect in zit. Ja, dat zien we wel veel gebeuren. Dan kun je misschien vrijstellingen krijgen in bepaalde vakken. Precies. Ja, dat is zo werkt het eigenlijk. Zo werkt het dan in werken. Dan wordt er van een gesprek gedaan. Dan weten we beter wat je in dat opzicht hebt. En daarom is het zo belangrijk om uit te werken. Maar even kijken, wat zit er wel iets van? Nou, er zijn drie uitgangspunten. Dat is gewoon kennis. Hè? Dus nogal kennis heb je over het totale gebied. Je hebt vaardigheden. En dat is wat heb je allemaal meegemaakt, hoe kan je ermee omgaan en dat soort zaken. Die worden dan overdoen. En dan heb je nog een idee eigenlijk. Wat laten we wel zijn. Als je dus, laten we zeggen, om moet gaan met een hele lastige omgeving en dat soort zaken. Dan kan je natuurlijk wel allerlei vaardigheden hebben, maar probeer dan ook. Hè? Dan ben je natuurlijk iemand die starhard volhoudt en niet kan bewindelen en verbinding kan leggen. Dat staat natuurlijk met andere die elementen. Het speelt dus allemaal een rol om die rol goed te Maar zo'n aspect zit dan nog niet in de opleiding? Nee, nee dat is ook heel aardig met de hoogleraar te discussiëren. Want hoogleraren die moeten dus een opleiding geven die ook meetbaar is. Mm-hmm. Met andere woorden, wij komen nu al tot de discussie dat een aantal dingen waarschijnlijk niet in de opleiding kunnen zitten, omdat dat, laten we zeggen, geen cognitieve elementen zijn in de discussie. En dan zeggen ze, dat moeten we dus anders gaan organiseren. Maar dat is ook gewoon een hele boeiende discussie. Mm-hmm. Maar dat die aspecten die aan deze rol zitten, zeg maar, qua persoonlijkheid, hè, manier van communiceren, en kun je jezelf kunnen presenteren, al die dingen meer, die zitten wel natuurlijk in de competentie. Ja. Mm-hmm. Alleen hoe je die opdoet, is even vers te werken. Een soort deze aspect vast of een soort presentatie aan de hand van de met totale belasting te bedenken. Nou, laten we zeggen, 2 jaar in deeltijd of zo. We krijgen daar deskundigen die gaan naar het competentieprofiel kijken. En ik zeg maar heel plat, die schieten dat natuurlijk af. En die zeggen, ja, maar dit is het. Die kan dit nog niet verstandig worden. Zo gaat het dus komen. En die gaan dus zeggen, wat moet je hier letten? Dat. We hebben al met mensen gesproken die daar ervaring mee hebben. En die zeggen, oh, nou, goed beginnetje, maar we moeten nog heel goed. Ja, ik zou het ook voorstellen dat het kost nog iets van een half jaar studiebelasting is. Ja. Goed aan doen? Ja, een half jaar goed aan denk ik. Alleen niet bij Antwerpen is 60 ECTS gedaan. Dat is ook met één vol studiejaar. En dat is dan verspreid over 2 jaar. En dat is dan inclusief bijvoorbeeld 12 ECTS voor master thesis en dergelijke. En vergelijkbare dingen hebben we toen vorm gegeven. Ja, dat heb ik eigenlijk nog een beetje gevoel. Ja, dus toch. Dus ik heb een beetje een andere man, ja. Het is wel 2 jaar je sport opzetten. Goede afspraken met je wel maken. Nee, nee, precies. Zelfde baan opzetten, kan ook. Nu 9 uur, beste mensen, we hadden even al een panel discussie, maar het is zo dat aan beide zijden vonden er een hele leuke en interessante discussies plaats. Dus ik kan het als een goed facilitator betaald even in de hoek gooien. Willen jullie nog een paneldiscussie of willen jullie een lekkere borrel? Ik heb al een eet zijn. Dat zijn sprekers is. Nee, dan wil ik onze sprekers hartelijk danken. Hoe heeft die video geen dag? Rutger, heel erg bedankt voor je presentatie. Ja, helaas heb ik het moeten missen. Ja, helemaal. Ja. Dankjewel. Gelukkig hebben we alles opgenomen. Jan, heel erg bedankt voor je verhaal. Heel graag gedaan. Namens iedereen die hier aanwezig was. Ja, dat was heel boeiend.
Ja, dat wil ik me anders bij voorstellen. De twee mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de community. Dat is Dennis. Hartstikke leuk, hier iets om je keel te smeren. En dan hebben we Milee, die zo heel hard zijn best heeft gedaan. Geschreven, daar worden foto's gemaakt en dat wordt verzameld en aan de ene kant naar de